Mirjam. Ja. Wat leuk. Jij bent mijn eerste podcast van 2019. Helemaal goed. Eentje waar ik ook ontzettend naar uitgekeken heb. Ja, wil je jezelf eventjes voorstellen voor de mensen die niet weten wie er niet tegenover mij zit? Ja, nou, ik ben Mirjam en Mirjam Spitholt. En ik ben op Saxion docent. Ik, behalve dat ik over geluk met de studenten filosofeer en spreek, heb ik een achtergrond als econoom. Dus ik geef ook nog een beetje financial vakken. En dan ben ik eigenlijk een vermomde gelukskundige. Want ik probeer bij leerlingen het licht weer aan te doen, laat ik maar zeggen. Dus ik probeer ze eraan te herinneren dat alles wat ze zoeken in zichzelf zit. En dus daar hou ik heel erg van. En daarnaast mag ik heel veel in bedrijven, bij gemeenten, bij ziekenhuizen, bij andere instellingen spreken over geluk. En dan doe ik een beetje aan infotainment. Dat is eigenlijk entertainment met een boodschap. Dus ik probeer mensen dan even onder te dompelen in die wereld van liefde en geluk. Ze naar huis te brengen, naar de plek waar liefde en geluk woont. En dat doe ik met grappen, maar dat doe ik ook door mezelf zeer open op te stellen en te vertellen hoe ik het in theorie allemaal perfect beheerst, maar in de praktijk het ook lang niet altijd kan. En dat raakt mensen aan en dan herinneren ze zich, oeh, zo zit het. En dan hoop ik dat er iets aangeraakt wordt waardoor ze weer sneller naar huis kunnen. En, want eigenlijk zijn we liefde en geluk. Ja, ja, met sneller naar huis bedoel je niet het gemetselde huis. Nee, maar echt de plek waar liefde en geluk woont. Ja. Ja, en dan maar meteen met de deur in huis. Wat is dan geluk? Ja, moeilijk hè. Wat is dan geluk? Ja, voor mij is het een staat van tevreden zijn. Een staat van het grote geheel over te zien. En te weten dat alles er al lang is wat je zoekt. Dat geluk zich niet beter had kunnen verstoppen dan in jezelf. Dat het iets is waarmee je hier gekomen bent. Dus en voor mij is geluk ook wel een als je een definitie moet geven. Misschien wel putting out the welcome mat for everything in your life. Dus dat je snapt dat alles wat hier gebeurt voor je gebeurt en niet tegen je gebeurt. En dat je vooral niet de muppet in je hoofd bent met alle gedachten die overal wat van vindt. Maar je bent die energie, dat bewustzijn die muppet kan horen. En die er altijd zou zijn. Of je nou wel of niet in de vorm zit. Dus of je lichaam nog wel of niet meedoet. Als je dat gevoel even kunt hebben, want dat is thuis. Dat is voor mij geluk. En bij mij gebeurt het heel vaak als het een soort van wonder in mijn leven is. Dat ik denk, wauw, wat een rust komt er over me heen. Terwijl als ik van tevoren had bedacht dat mij dit zou overkomen, dan werd ik helemaal gek. Of zoals? Bijvoorbeeld, ik was 1,5 jaar geleden in Spanje met mijn gezin. En toen kreeg ik onvoorstelbaar veel last van mijn buik. En mijn man die zei, we gaan echt even naar de arts. Ik dacht, oh, gaat alweer over, maar het duurde ook best lang. En het kon ook een buikgriep zijn, maar laat het nou even checken. Ik ben normaal niet zo daarvan. En toen vond die arts in mijn buik al bij het onderzoek iets heel groots. Nou, ze dacht, dit is niet best. En zij zei, ik kan me voorstellen dat je heel veel pijn hebt en je moet ook echt naar het ziekenhuis. Dus dan kom je terecht in een ziekenhuis in Spanje, waar wel een Nederlands sprekende mevrouw was die mij een beetje introduceerde. En dan wordt er gekeken naar wat kan dit nou zijn. Je moet heel lang wachten op een kamertje. Je hebt geen idee of ze nou wel of niet met jou bezig zijn. Mijn kinderen waren gewoon nog achtergelaten op de camping, maar gelukkig kenden we daar wel mensen. Dus, maar toch was het zo'n diepe rust bij mij en ook niet heel bang zijn. Ook niet denken van, dit is helemaal fout. Of ik had gewoon helemaal geen mening. Ik was gewoon rustig en ik gaf me over aan alles wat was. En ik kon heel diep bij mijn intuïtie zijn. En uiteindelijk kreeg ik ook na heel veel uren, dagen, misschien zelfs 1,5 dag of zo, wel een scan, want het duurt dan heel lang voordat het mag. En toen zagen ze ook iets waarvan ze zeiden, dit vertrouwen we niet. Dan krijg je zo'n rapport in het Catalaans volgens mij. Dus niet eens dat je dat Spaans kunt verstaan. Gelukkig heb ik dan ook nog wel weer een collega die Spaans geeft en die dat voor mij vertaalt. Maar
iets in mij zei gewoon, ik ga hier weg. Hier ga ik weg. Ik ga hier niet geopereerd worden. Dus ik moest ook helemaal terug naar Nederland. Maar ik was zo rustig en ik vertrouwde het volkomen. En dan denk ik, nu moet ik een homeopaat inschakelen. Nu, en uiteindelijk is het vertaald en kon een vriendin van mij, die arts is, snappen wat het was. En zij zei, ja, je moet echt nu wel snel naar huis. Want ze zien iets groots in je darmen, wat ze niet kunnen snappen wat het is. Maar dan nog denk ik, het is goed. Hè? En dan dat je, en of het is slecht, maar ik omarmde het moment heel erg. Dus dat je in het oog van de orkaan kunt staan. Dat vind ik dan zo'n soort wonder. Dat je niet gek wordt in je hoofd. Want als je mij van tevoren dit scenario schetst, word ik heel bang. En denk ik, dit kan ik niet aan. Ik word dus heel vaak bang van dingen die ik misschien wel ooit zou tegenkomen. En dan denk dat ik het niet kan. En als je dan soms in een situatie zit, zeg niet dat ik niet dat ik altijd de rust zelf ben. Dat ik dit altijd kan. Maar als het je dan overkomt dat die rust je overvallen wordt. En dat je diep in verbinding met je intuïtie bent en weet. Het is helemaal goed zoals het is. Ja, dat vind ik wel een heel mooi wonder. Dat je dus niet in angst, maar in liefde kijkt. Dat je denkt, nou, dit is misschien ook om iets te leren. En toen heb ik medicijnen van die homeopaat gehad. Maar ik moest natuurlijk ook naar Nederland, naar een arts. En daar kon ik redelijk snel terecht. Nou, die mevrouw was ook verontrust. Ze zei, ja, ik voel iets en ik weet niet wat het is. En wat ik hier zie op die MRI, nou, ik weet het niet. We moeten ook nog weer hier in Nederland iets laten maken. Want ze konden het bij mij niet zo heel goed zien. Ik ben altijd aan het lijnen. Ik was toen bijna op mijn geboortegewicht. Omdat er zo weinig vet bij mijn organen zat, konden ze het niet goed zien. Nou ja, ik mocht zogenaamd binnen 10 dagen een scan. Maar wat gebeurde? De scan ging stuk. Dus het scanapparaat, dat was stuk in Enschede en het werd uitgesteld. Nou ja, eerst wil mijn ego dan gaan regelen dat ik nog sneller met de scan aan de beurt ben. Want ik wil nu wel even weten. En dan gaat hij ook wel weer even tekeer. Maar ondertussen zei ik elke keer tegen mijn man, het is wel allemaal goed. Dat weet ik zeker. Ik ben oké. Nou ja, en ging die scan dus veel later dan gepland. Eerst wil ik dan nog wel regelen of het niet eerder kan. Maar dan of valt me ook weer een rust. Want mijn nicht werkt bij die afspraken in plannen. En die zegt, Mirjam, het kan gewoon. Echt niet, het zit muurvast. Normaal regel ik zo wat, maar het zit muurvast, want we hebben nu maar één. Ik kan het niet eerder regelen. Ze zeggen, is het heel urgent? Ja, ik vertrouw het eigenlijk wel. Dus toen kon ik echt pas weken later door die scan. En wat gebeurt er? Het blijkt dat ding wat daar zat, het blijkt een kieste te zijn in mijn darmen. Dat komt bijna nooit voor. Kiestes komen wel bij je eierstokken voor of zo, maar niet bij je darmen. En het blijkt zo geschrompen te zijn, dus zoveel kleiner. En ik denk dan weer, dat heb ik met die homeopathische medicijnen gerealiseerd. Dus maar of het nou zo is, ja of nee, misschien in mijn denkgeest het wel gerealiseerd. Maar dan zie ik ineens wel hoe verwonderend er zijn. Hè? En als je in de frequentie liefde zit, dit betekent niet hè, dat iemand die wel bang is, dat die fout is. Of dat betekent niet dat iemand die op homeopathische medicijnen niet reageert, niet oké is. Nee, maar het betekent voor mij dat je zo onmetelijk hier afgestemd bent op het grote geheel. En veel meer kunt met je denkgeest dan dat je voor mogelijk had gehouden. Maar soms ben ik dat ook kwijt, dat je dat kunt. Maar in zo'n geval, ineens, dat komt misschien ook wel doordat het vakantie is, doordat je in een rusttoestand verkeert, doordat je toch beter kunt connecten met het grotere geheel. En uiteindelijk zei die arts nog tegen mij, maar als het bij mij in mijn buik zat, dan moest het eruit. En toen zei ik, dat is een hele jonge, mooie arts. En toen zei ik, heb je dat ook overlegd met andere mensen? Hè? Want je zit waarschijnlijk ook in een team. Want ze zeggen, ik heb dit nog nooit gezien op die plek. Het moet eruit. Ook al is het nu kleiner, het moet eruit. En toen zei ik tegen haar, ja, mijn gevoel zegt dat het al lang er zat en dat het misschien ook helemaal niet was wat de pijn veroorzaakte. Ja. Dus mijn gevoel zegt dat het er helemaal niet uit hoeft. Maar wil je het eens overleggen met je collega's? Want ik ga ook niet de gewone medische wereld dan helemaal voorbij of zo. Hè? Ik ben ook nog wel iemand die denkt, ja, ik heb er niet zo voor gestudeerd als die mensen. En toen kwam er eigenlijk uit het overleg dat de helft zei, het zal het eruit halen. De andere helft zei, ik zou nog eens afwachten, helemaal als het zo geslonken is. Nou, ik weet het niet. Dus toen heb ik nog een keer, dan kon ik uit 3 opties kiezen. En kon naar een academisch ziekenhuis gaan. Ik kon helemaal niks doen. Of ik kon nog een keer laten checken. Nou, dan ben ik ook wel weer zo, dat ik denk, dan laat ik het gewoon na een half jaar nog een keer checken. Ja. En toen was het dusdanig niets dat, toen zei zij ook, ja, daar kan je geen last van hebben. Ik zeg, ik heb ook nergens meer last van. Dat had ik ook na een tijdje al niet.
niet meer toen ik in Nederland was. Hooguit van je gedachten dat er iets niet goed is. Maar ja, dat vind ik wel een soort van wonder. Dat er ongelooflijk veel meer is waar wij geen idee van hebben. Waar je op af kunt stemmen. Maar dan moet je wel in lijn zijn met het universum. En er ook in mee willen gaan. En niet alles willen regelen. Want ik heb ook een ego die alles wil regelen. En dan toch nog wel even probeert van mijn nicht de afspraak van de scan niet kan verzetten. Maar dat kon dus niet. En toen dacht ik, Mirjam, heb je nu nog niet door? Hoeveel knipogen heb je nodig? Want als dat nog net zo groot ongeveer was geweest, dan was ik geopereerd. Niet dat het heel erg is. Het was gewoon niet doodgegaan, maar dat was gewoon niet nodig geweest. Is zo het zo'n soort van geflipflop heen en weer? Ja, tussen, bij mij zeg wel, maar, je ego gewoon, dan, ja, zeg maar. Dus je hoofdgedachten en misschien je ziel. Ja, wat jij, ja, dan zegt. Bewustzijn. In contact met je intuïtie. Kan je dat eens uitpakken? Wat betekent dat of hoe? Hoe kan je dat herkennen, zeg maar, ja, dat je in contact bent? Want ik denk dat heel veel mensen, en ik ook, dan denk je dat je in contact bent, maar dan nog steeds gaat er een laag overheen, ja, waardoor je daar heel erg aan gaat twijfelen. Ook. Ja, zo van, ik snap heel goed wat jij bedoelt. Dat vind ik ook lastig. Als ik niet goed in mijn vel zit of veel te druk ben, dan kan ik het niet meer onderscheiden. Hmm. Dus om dat zuiver te houden, zoek ik heel vaak de stilte op. Daar bedoel ik mee dat ik in de natuur ga, een eindwandel. Soms helemaal niets plan in mijn agenda. Ook geen andere mensen zie. Gewoon echt naar die stilte toe, zodat je elke keer weer het verschil snapt tussen die intuïtie en die stem in je hoofd. Dat ego, wat eigenlijk een illusie is, maar die we toch schijnen te horen hier in de wereld die we leven. En wat ik doe is, een van de dingen die ik ook doe is, ik vraag altijd om hulp. Dus in de breedste zin van het woord, ik ben helemaal niet heel gelovig, ik ga niet naar de kerk of dat soort dingen. Dat vind ik ook vaak, niet om mensen te beledigen, maar voor mij voelt het ook weer meer als ego, want dan ga je zo'n hogere intelligentie of hoe we hier ook maar kunnen zijn, de liefde, ga je dan verpersonaliseren. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus daar heb ik niet zoveel mee. Maar iemand die daar heel veel aan heeft, doen. Prachtig. Ja, ja. En ik vraag dus vaak om hulp. En ik heb ook door dat die intuïtie die in mijn boek, wat ik heb geschreven, Wil je gelijk of wil je geluk? Daarin haal ik een uil aan en een muppet. En die muppet noem ik Karel. En die uil, die noem ik, heb ik geen naam gegeven. Vragen mensen ook waarom niet? Ja, weer niet. Gewoon omdat ik dat voor mij de innerlijke wijsheid symboliseert. Terwijl een uil helemaal niet zo'n wijs dier is. Maar op de een of andere manier ben ik zo geprogrammeerd dat dat wijsheid is. En die uil, die spreekt op fluistertoon als die al spreekt. Die praat je er niet makkelijk in en uit. Heeft heel weinig woorden nodig. En als ik dus op een bepaalde manier die meer wil horen, dan vraag ik aan het universum, help mij om mijn uil te horen. Help mij, direct my footsteps. Vertel, waar moet ik gaan, met wie moet ik zijn en wat moet ik doen? Help me. Dat betekent niet dat ik me dan helemaal vrij pleit van welke verantwoordelijkheid dan ook. Maar dan voel ik me een soort van gesteund. En dan voel ik, oh, dit is de richting. Dit is wat ik moet doen. En dat is zo'n impuls. En daarna gooi je de gedachten overheen en zeg je, ja, maar ik moest dit ook doen, omdat. En dan ga je er een heel verhaal van maken. Yeah. En dan zeg ik ook, help me ook om de tekenen op mijn pad te zien. Want zo'n teken is dat die scan kapot gaat. Snap je? Dat is een dik vet teken. Dat gebeurt voor mij niet per toeval. Dat is gewoon al een sign. Maar mijn Karel, zo noem ik mijn ego, de muppet in mijn hoofd, die wilde niet aan. Die gaat dan gelijk toch nog even een nichtje bellen. En die mij wel kan regelen dat ik eerder die scan krijg. En dan zegt het nichtje, ja, hallo, ik probeer alles. Heb ik nog nooit eerder gehad, maar het zit muur vast. Dus dat is ook weer zo'n teken. Ja. En dan denk ik, hey, hoeveel tekens wil je nog hebben, Mirjam? Hoeveel tekens heb jij nog nodig om toch weer die Karel aan de gang te zetten? Mm. Dus zo probeer ik eigenlijk de guidance te krijgen. En dat lukt ook als je diep van binnen durft te luisteren naar die fluisterstem. Want soms zegt hij ook dingen waar het ego het helemaal niet mee eens is en er niets van gelooft. Omdat het niet veilig is of zo. Hè? Dus, kan je daar ook een voorbeeld van geven? Want we denken vaak, hè, dat het goede positieve is, en ja, mooie adviezen zijn. Ja. Nou, misschien zegt mijn fluisterstem nu ook wel meer en meer tegen mij. Want ik word best wel vaak gevraagd om te spreken in het openbaar. En een van de lessen die ik volgens mij hier te leren heb in het universum is dat ik minder ga pleasen. En dat ik meer naar de liefde voor mezelf toe ga. Dat zie ik bij mijn kinderen bijvoorbeeld. Dat zijn al
Jongens van 16 en 14, die kunnen natuurlijk al supergoed voor zichzelf zorgen. Maar zodra ze thuis komen en ik ben er een keer, dan denk ik, zal ik een lekker tostietje voor je maken? Daar is ook niks mis mee, maar dat is mijn gewoonte. Want ik wil heel graag dat ze dan tegen mij zeggen van, oh, je bent de liefste en de leukste moeder. Nou, dat gaan pubers niet heel vaak zeggen hoor. Zelfs niet als je de lekkerste tosties maakt. Hè? En dat is maar een klein voorbeeld. Maar zo heb ik dat in mijn hele leven. Dat ik heel graag mensen wil pleasen. En dat heeft vaak te maken met dat jij niet voldoende zelfliefde hebt. Dus dat jij wil horen dat iemand zegt, oh Mirjam, wat ben jij bijzonder. Wat ben jij goed. Wat ben jij fantastisch. En die toverspreuk werkt heel even voor het ego. Maar dat is een soort hoererij, zeg ik altijd. Want uiteindelijk haal je iets van buiten naar binnen wat je in jezelf zoekt. Ja. Hè? En dat is een van de lessen. Dat wordt elke keer weer mij voorgespiegeld om in liefde soms ook nee te zeggen. Nou ja, en een van die dingen is dan dat ik nu zoveel aanvragen krijg dat je niet meer overal ja tegen kunt zeggen. Ja. En dat ik nu het voor het geld ook sowieso niet hoef te doen, dat mijn ego ook al snapt dat schaarste een illusie is op dit moment. Mm. He, dus, maar de schaarste in tijd vindt hij nog wel. Mm. He? Maar ja, dat is ook een illusie, want er is helemaal geen tijd. En dan gaat hij mij dan zeggen, maak eens keuzes. Maar het allerbelangrijkste is om dan de eerste impuls te volgen die je krijgt bij een opdracht. En dat is soms een nee. En nou, ook al gaan ze zeggen dat je heel veel geld krijgt, was het toch nog een nee. Omdat er iets in de toon van de mail is, of gewoon omdat je niet weet waarom. Hè? En dat kan dus negatief zijn als je nee zegt, eigenlijk voor die andere partij. Dus daarmee bedoel ik dat je niet overal ja. Yeah. Het kan ook een echte nee zijn of een echte ja zijn. Hè? En daaraan durven gehoor te geven. Maar dat vind ik ook nog heel moeilijk. En wat mijn ego dan soms ook nog weer doet, die gaat het aan mijn man vragen. Die gaat het aan mijn assistenten vragen. Wat vind jij nou eigenlijk? En die kijken mij eraan en die zeggen, nee, naar jou toe, naar binnen. He, want je kan ook best wel 5 of 6 of 8 opdrachten in een week doen. Als je daar in de flow zit en heel veel energie van krijgt. Maar ik merk wel dat als ik alleen maar geef, dat ik niet meer kan nemen. En dat de diepere laag in de boodschap verdwijnt. Snap je wat ik bedoel? He, dus ik heb ook die ruimte nodig om zelf in contact te blijven met mezelf. Ja. He, maar dat is een spel wat je speelt elke keer. Dus soms, wat er nu gebeurt, is dat er heel veel op mijn pad wordt gestuurd. En dat ik elke keer weer gecenterd moet blijven en voelen wat het is, een ja of een nee. Ja. Het ego denkt in schaarste. Die wil elke keer ja zeggen. Want die denkt, ja, misschien. Er zijn ook echt mensen, ook veel op mijn pad, die zeggen, ja, je moet nu wel een keer een ander verhaal gaan bedenken. Want anders word je niet meer gevraagd. Je hebt alle grote podia in Nederland al bijna gehad. Weet je wel, zo gaan ze denken. Dat is ook allemaal schaarste denken. Yeah. Maar die mensen, die feedback, krijg ik niet voor niets op mijn pad. Omdat er iets in mij zit die misschien wel denkt dat dat zo is. Maar ik kan je vertellen dat iedere sessie die ik heb uniek is. Dat de boodschap misschien wel hetzelfde is, maar dat is een universele boodschap. Die moet verteld. Yeah. Maar dat de verpakking iedere keer uniek en anders is. Yeah. Daar ben ik nou eenmaal creatief in. En dat de verdieping in de verpakking ook kan groeien en groeien, doordat je zelf als mens blijft groeien. Yeah. En mensen denken misschien ook, nou, die heb ik 1 keer gehoord, dat hoeft niet meer. Maar als jij aangetrokken voelt door dit, door te snappen dat je niet je gedachten bent, niet je lijf bent, niet bent wat je doet, maar dat er een andere dimensie is. Als je daarvan houdt, dan is het ongelooflijk mooi om dat nog een keer en nog een keer en nog een keer te horen. Omdat er iets in ons is, als wij dit spel spelen dat leven heet, die er niet aan wil. Dat ego wil er helemaal niet aan. Dus hoe mooi is dat? En het hoeft niet alleen mijn boodschap te zijn. Ik luister ook constant naar alle interviews die Patrick Kikker heeft met mensen over de cursus in wonderen, over non-dualiteit. En het kan soms ook wel eens zo zijn dat ik een interview hoor wat ik al lang gehoord heb, maar waar ik enorm veel uithaal. Sterker nog, ik luister wel eens naar interviews. Bijvoorbeeld het interview dat ik bij Eindbazen heb gehad. Dat heb ik per ongeluk nog wel eens een keer, omdat het heel vaak gedeeld wordt, onder het hardlopen op mijn oren. En dan denk ik, potverdomme, was de mens goed?
Dus het is helemaal niet van mij. Ik krijg het door. Snap je wat ik bedoel? Yeah. En dan denk ik, nou, dit was nou precies wat ik nodig had vandaag. Laatst was helemaal hilarisch. Want mijn man luistert heel vaak 's nachts naar eindbazen. Omdat hij dat inspirerend vindt. En dat het een snaar aanraakt bij hem. Ook in zijn onderbewustzijn. Ook al denkt hij dat hij niet luistert omdat hij slaapt. Die hem ergens brengt. Oh. Dat doet hij. He, dat vindt hij mooi. En toen had hij dus blijkbaar niet mij opgezocht, maar mij ervoor gekregen. Want hij laat heel vaak de Russische roulette draaien. Welke moet ik horen vandaag? Hè? En ook al denkt hij, over voeding, dat wil ik nu helemaal niet horen. Want ik ben nu net helemaal in de kerststemming en ik wil helemaal niks weten over gezond voedsel. He, dan krijgt hij die en dan denkt hij, ja, dit is het toch blijkbaar vandaag voor mij. En toen had hij blijkbaar mijn interview erop. Maar dat wist ik natuurlijk ook niet. Maar ik word soms 's nachts wakker van die oortjes van hem, dat het net iets te hard staat. Dus ik werd wakker. En ik denk, wat is dit nou, joh? Ben ik zo hard op aan het praten in mijn slaap? Maar hij had mij erop. Dat vond ik echt zo mooi. Zo hilarisch. Want heel vaak praat je 's nachts misschien ook wel in je slaap. Maar nu was het dus de podcast die aan het praten was. Ik heb me kapot gelachen. Ik denk, oh, wat is dit ook weer een grappige knipoog van het universum. Yeah. En misschien was het ook wel een uitnodiging aan mij. Luister hem nog eens. Want je bent heel veel dingen vergeten die je gezegd hebt. Die doe je me niet meer. Dat vind ik zo frappant aan het hele pad. Is dat dan soms vragen dat mensen over, ja, ben je er nou nog niet klaar mee? Maar het is wat je zegt, het is keer op keer weer dat snaartje aanraken. Zo, ja. Oh ja, dat is het. En dan weer dat thuiskomen. Ja. En dan even lekker vergeten, omdat dat ook het spel is hier. Ja. Dat we in de droom leven. Hè? En dan mag je het ook wel vergeten. Dat is ook leuk en daar mag je van genieten. En je mag ook lekker eten. Misschien ook wel fout eten. En je mag ook wel onwijs genieten van shoppen en nieuwe dingen kopen. He, maar om steeds weer de herinnering te hebben, ja, maar wat ik zoek, dat heb ik al lang allemaal bij me. Vind je dat ook zo dat ik was in het begin best wel streng voor mezelf, weet je? Dan weet je, nou, die diepere waarheid, daar heb je dan een glimps van, of je dat wat je vertelt, en dan soms ervaar je dat ook een beetje. Dat je dan ook bijna te streng voor jezelf bent, zeg maar, gewoon weer hier in de persoon die lekker wil eten en genieten en gewoon of wil zijn, niks wil doen of keihard wil werken, want dat is dan dat mag ook. Dat is ook iets. Dat is ook een ding en dat is ook hartstikke ego gedreven. Dat maakt ook niet uit. Nee. En nu voor mij, ik wil dit jaar daar ook echt veel meer in gaan hangen. Zo van, ja, maar het is ook allemaal maar gewoon een spelletje. Ja. Weet je wel? En alles wat dat ego dan naar voren gooit, om dat wat luchtiger te zien, zeg daar. Om daar wat meer met de knipoog naar te kijken. Oh, daar ga ik weer. En dat weet ik. En dat weet ik al een paar jaar. Dan het toch is echt moeilijk om toe te passen. Weer, ja. Ik vind het ook. He, je komt, er is ook wel een mooie term voor in de non-dualiteit. Volgens mij is dat zo'n, als je dit meer en meer doorkrijgt, dan gaat je ego op een gegeven moment denken, ja, maar dan hoef ik misschien ook helemaal niks meer te doen. He, want het doet er allemaal niet toe. He, dat is een spirituele bypass, noemen ze dat. Ja, dat was het. Nu weet ik het ook weer. He, dus, en dat heb ik ook wel. Echt, dat proces, dat doorga ik nu ook wel. Dat ik soms denk van, ja, maar waar gaat het dan allemaal over als dit toch maar een droom is? En, dat leren genieten is voor mij ook, he, wat jij zegt, niet zo streng zijn voor jezelf. Dat is ook echt wel een item wat voor mij speelt. Want als ik vakantie heb, heb ik heel vaak dat ik denk van, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En ik had misschien ook wel weer een deel van een boek kunnen schrijven, deel 2. En bijvoorbeeld zondag was de laatste dag van mijn kerstvakantie. Toen dacht ik, en ik had die kast willen schilderen. En ik had mijn kledingkast willen opruimen. En wat heb ik eigenlijk, want ik heb best wel, of dat nou goed of slecht is, maar ik heb best genoten en ben heel erg in het moment geweest. En heb heel veel, ik hou heel erg van sociale contacten. Heb heel veel ben met vriendinnen op pad geweest en met Bart leuke dingen gedaan. En dan wil ik ook heel graag met mijn gezin leuke dingen doen. Maar die pubers zeggen, ja, wat? Hè, ik wil vooral niet bij jou in de buurt zijn. Hè? Nou, dan denk ik weer, ben ik wel goed genoeg als moeder? Nou ja, en dat weet je heus wel, dat je doet zoals je het moet doen en dat ze een boel commentaar gaan hebben later. Maar dat dit nu is wat in de aanbieding is. Maar dan gaat het toch op het allerlaatst die alarmbel van het ego aan dat je nog weer heel veel moet. Maar in die vakantie heb ik echt gedacht ook, waarom moet ik van alles? Wat is de to-do-list? Waarom? Dit hoeft nu niet. Dus ik ging dan lopen als ik ging lopen en ging eten als ik zin had in eten. En dat is ook een oefening. Maar dat is wel lastig, want als je het ego achter het stuur laat, dan... Ik heb dat dan ook met... als je weet dat je niet je gedachten bent en niet je emoties bent en niet je gedrag bent, maar dan toch word je daarin meegezogen. Dus dan ben ik bijvoorbeeld onzeker of zit ik in een of andere ego-spasme.
En om daar dan ook niet streng op te zijn. Want dat is ook, je weet, van, dit ben ik niet. Dus ik zou dat niet dan mogen moeten ervaren. En ik moet hierboven staan, weet je wel. Ja. Dat is ook zo'n vrij recent ding. Dan denk ik, ach, dat wil ik ook gewoon loslaten. Maar dat, ja, dat is nog best wel moeilijk, hè? Best wel. Ja, vind ik ook. Ja, dat is echt ja, heel moeilijk. Ik kan het ook niet altijd in mijn dagelijks leven. Maar waar ik het dus wel heel goed kan. Hè, ik moet best wel vaak, mag best wel vaak spreken. Hè, en ook voor klassen staan. Voor die tijd kan ik me daar nog werkelijk waar nerveus voor maken. Zelfs om voor een groep te staan om gelukskunde te geven. En als je de evaluaties ziet, die zijn gewoon goed. Die ja. zijn, mensen zijn gek op mij. Ook mensen die er helemaal niet om gevraagd hebben. Die mij op een pad krijgen. Door de humor, doordat ik mezelf ook niet zo serieus neem, krijg ik ze wel in beweging. Hè? En niet dat ze helemaal verlicht zijn, maar dat ben ik zelf ook niet. Dus, maar wel dat ze misschien anders gaan kijken. En dat ze een glimp opvangen van dat waar we graag naartoe gaan. Dus dan ben ik van tevoren echt nog gespannen. Hè? En zo'n klas denk je, bent niet goed wijs. Maar ja, dat heb ik wel. Of zo'n groep waar ik voor moet staan, dat lijkt in een grote ontspannenheid te gaan. Maar als ik er ben, geef ik me compleet over, ben ik helemaal in het hier en nu. Ik denk dat dat ook mijn gave is. Hè? Ik bereid van alles voor. En dan mag ik 3 kwartier ergens spreken. Nou, dan kan je mij gewoon 3 dagen laten spreken. Zoveel heb ik bedacht. Maar als ik daar ben, dan pak ik eruit wat nodig is. En dan zeggen mensen daarna ook, hè? Het is eigenlijk een goed bewaard geheim hier bij het bedrijf, maar hoe kan het dat jij dat aanroert, joh? He, en dan niet om mezelf op de borst te kloppen, maar dan kan ik het dus wel. Snap je dat als ik mijn werk doe, want dat is blijkbaar zo wat bij mij past. He, daar komt mijn talent, mijn passie en de betekenis geven voor de wereld zo samen, dat ik daar me kan overgeven en helemaal in het nu kan zijn. Dus dat is voor mij ook ultiem en dat is ook verslavend. Dus als je zoveel aanvragen krijgt, denk je, ik wil elke keer dat gevoel. Ja. Ik wil dat gevoel nog een keer. Maar om het in mijn dagelijks leven altijd toe te passen, als je in een vergadering zit die je niet boeit, of als je op de bank zit met je man en je denkt van, is dit nog wel spannend? Hè, weet je wel, om het dan toe te passen, dat vind ik echt moeilijk. Wat jij ook zegt, dat ik dan weet, maar je bent niet je gedachten en je bent niet je emoties en alles wat je nu denkt is het verleden. Hè, want ik oefen ook echt in de cursus in wonderen om al die lessen die daarin staan, die vind ik ook. Mijn ego denkt dan, nou, les 7, precies hetzelfde als les 6. Hoezo moet ik vandaag dan weer les 7 doen? Maar ik ben constant niet, cursus, ja. Ik ben er niet zo mee bekend. Wat ja, dat is eigenlijk een boek, hè? Dat is opgetekend. Ik ken de naam wel, Ja, dat is een boek. Dat is opgetekend door een mevrouw die niet eens haar naam echt heel bekend heeft gemaakt. Staat er niet op. Het is een cursus in wonderen. Het is een mindtraining. En als die voor jou is, dan word je er door gegrepen, dan komt hij op je pad. En bij mij is het zo dat ik een vriendin heb, Anita Brouwers. En zij was hier al veel in aan het studeren. En zij gaf ooit de wens. Zij woonde tegenover mij. We waren eerst een soort meer van buren en we vonden elkaar aardig. Maar altijd als ik naar haar toe wilde, dan was er iemand bij haar, want zij hielp altijd mensen. En dus er kwam niet veel van. En toen gingen we verhuizen. Toen dacht ik, als ik nu naar haar toe wil, ik hou heel erg van bewegen, dan ging ik op de fiets van Enschede naar Hengelo. En er zit iemand, dan ga ik wel naar binnen. Want ja, dan heb ik zo'n eind gefietst. Hè? En ik ging ook niet echt dikke vette afspraken maken. Ik dacht altijd, nu heb ik daar behoefte aan. En als ik daar dan kwam, dan zat er vaak iemand in het begin. Maar zij had heel erg de behoefte om met iemand te kunnen praten over die materie. Eckhart Tolle bijvoorbeeld. Hè? Dat soort dingen bestudeerde zij al. En ze had heel veel behoefte om daar een soort soulmate in te vinden. Ja. En dat was een wens van haar. Bijvoorbeeld in het nieuwe jaar wens je wel dingen. Dat had ze ooit met oud en nieuw gewenst. En toen had ze ook eigenlijk wel het idee, misschien is die wel veel dichterbij dan dat ik denk. Maar wij kwamen nooit zo diep met elkaar in contact, omdat er dan altijd weer iemand bij was. Maar ik was daar ook heel erg geïnteresseerd in. Dus toen we die connectie bij elkaar zagen, waren we helemaal blij. En dachten we van, we hebben dus wel wat. En zij luisterde ook heel veel naar podcasts die ze mij weer aan ging bevelen. En een van die podcasts was van Robert Holden. En Robert Holden, dat is een man die een student is in de cursus in wonderen. En dat werd ik zo doorgegrepen. Hij noemde dat helemaal niet, dat hij een cursus in wonderen bestudeerde. Maar de dingen die hij zei, bijvoorbeeld, if you want to be happy in the present moment, you have to give up all your hope for a better past. Dus als je nu gelukkig wilt zijn, moet je al je hoop op een beter verleden opgeven. Dat is een zinsnede uit de cursus in wonderen. Dat is eigenlijk een soort van les die daarin staat. Vergeven is al je hoop op een beter verleden opgeven. En toen dacht ik, wauw. Want ik ben zo vaak aan het sleutelen met mijn verleden.
Nou ja, het verleden is wat het is. Je kunt er hooguit andere gedachten over hebben. Hoe kan je sleutelen aan je verleden? Ja, dat je dan denkt van... Maar als ik toen dat en dat had gedaan, dan... Snap je een beetje? Ja. Als ik dat inzicht had gehad, en dan... Ja, hallo. Hè? Of als ik toen maar niet zo de disease to please had gehad, dan... Een beetje dat, snap je? Dat je daarmee bezig bent. Heel erg, en dan sorry dat ik even je verhaal over de cursus onderbreek. Ik ben, want dat is een van de vragen die ik ook voor je had. Ik merk zelf dat ik heel erg bezig ben met het tegenovergestelde. Al in met de toekomst. Ja. Daar al in willen sleutelen. En ook daar, ik geloof heel erg in overvloed en liefde. Weet je wel, dat is dan telkens je dat terug thuiskomen, zeg maar. Dat gevoel weer even terug willen. Maar dan merk ik dat als ik vastzit, dan is het heel erg in de toekomst en heel erg schaars. Ik ben heel ontzettend bang dat ik tekort ga komen. Ja. En dat is vrij recent dat ik echt denk, ja, maar het is echt in dat idee van ik ga tekort komen. En het is in de toekomst. Ja. En dan weet ik ook, maar Jeanette, dit is de toekomst, dit zijn gedachten. Je weet, niet. Het is nooit zoals je het in je hoofd bedenkt. En dan nog kan je daar helemaal in een soort van... Door opgezogen worden. Ja. Het ego heeft allemaal trucs. Hè? Een truc kan zijn dat je heel veel dat verleden wilt veranderen. En een andere truc kan bijvoorbeeld zijn dat je heel erg met die toekomst bezig gaat. Maar het ego is nooit in het nu. Ja. Als je namelijk echt in het hier en nu kunt zijn, zoals wij nu zijn met elkaar, is er geen enkel probleem. Ja. En dat zou eigenlijk, als je die zinsnede om zou, volgens mij is het net zo toepasbaar dat je een hoop voor een betere toekomst. Ja. Ook op wil geven. En mijn advies daarbij is ook van ga gewoon stap voor stap de dingen doen die je doet. Hè? En dat wat je zoekt, dat ligt misschien wel om de hoek op je te wachten. En als je vooruit kijkt, zie je het niet. Want het ligt om de hoek. Hè, die leukste vent ever. Of dat beste salaris ooit. Of hè, dus en dan zul je ook zien dat als je dat allemaal hebt, dat er nog steeds voor het ego schaarste wordt gevoeld. Ja. Want dat is een truc waarmee die denkt, zo hou ik jou scherp. Ja. Zo ga jij niet inkakken. Zo gaat het jou niet misgaan dat die vent ineens wegloopt. Of zo gaat het jou niet mis dat die bankrekening toch ineens helemaal slinkt. Ja. Dat doet hij. Op die manier wil hij je scherp houden. Maar het is allemaal een illusie. En de hel die je beleeft is de hel van dit moment al bang zijn voor die schaarste die misschien wel nooit gaat komen. Ja. He, dus sommige mensen denken, als ik sterf, dan kom ik in de hemel of in de hel. Nee, de hemel en de hel zijn hier op aarde doordat je je gedachten gelooft. Ja. En ik vind dat jij al heel ver bent, doordat jij snapt dat jij veel verkeert met jouw gedachten in de toekomst. Dus jij hebt dat bewustzijn al. He, dat is al heel ver. Dat is al deel van het ontwaken. Mm. He, en je hebt ook momenten dat je helemaal in de flow bent in het nu en dat je ervaart, ja, en er is niets aan de hand. Ja. Is nu helemaal niets aan de hand. Dus om nu helemaal te zeggen, het moet weg. Nee, maar je kan je mind wel trainen. En dat doet een cursus in wonderen. Mm. Dat je traint, dat alles wat je ziet, bijvoorbeeld dit kopje, hè, dat vind je mooi of niet mooi. We hebben daar allemaal oordeel over. Maar dat is een projectie die je in het verleden hebt opgedaan. Ja, dus we zien niet meer echt. En een klein kind kan bijvoorbeeld voor het eerst een eik zien en helemaal verwonderd zijn en daarna kijken alsof hij een groot wonder hier op aarde ziet en compleet opgezogen wordt door de immensheid van de natuur. Ja. Dat kunnen wij heel vaak niet meer. Ik heb een private challenge. Nu is hij dus niet meer privé, maar ik ga hem vertellen. Ik heb een vriendin van mij, een bijzondere persoon in mijn leven. We zijn met het thema bezig. En ik heb ook zoiets van, ik ga met mezelf afspreken dat ik 30 dagen gewoon niet vanuit dat tekortkomingsperspectief. Ik heb dat in mijn hoofd, is dat even mijn Yvonne. Ik heb dat een naam gegeven. Goeie. Dat ik vanuit, want dat is een meisje dat mij vroeger gepest heeft. Dat was de grootste bitch die ik in mijn leven had. Niet handelen vanuit dat sentiment, zeg maar. En ik had het er met haar over. Jij zei kopje, en daar moest ik lachen. Ik had zoiets van, oké. Als je naar een stoel kijkt, dan is dat een stoel. Dat kan gewoon een stoel zijn. Hij is blauw, groen, weet ik wat het is. Maar ik kan ook nadenken over vervelende stoelen in het verleden waar ik doorheen ben gezakt. Of heel erg bang voor, als ik erop ga zitten, dan gaat hij misschien wel stuk of zo. Dus van, nee, ik wil gewoon naar een stoel kunnen kijken en een stoel zien. En dus ook dat hele komen vanuit Yvonne of vanuit schaarste of van, weet je, dus ik heb met mezelf afgesproken, ik wil niks meer vragen de komende 30 dagen op...
nou, niks meer vragen, dat niet. Maar niet zo van, oh, en gaan we dan nog wel dit doen? Of gebeurt het dan nog wel dat? Dus dat heel erg zo van, ja, maar dat is... denk ik, wil dat gewoon loslaten en gewoon kijken wat er dan op me afkomt. Want daarmee kan ik Yvonne bewijzen dat het niet nodig is om erachteraan te zitten. Dus laat het maar naar mij toe komen. Mooi. En dat is... ja, ik zeg paar voor challenge, maar gewoon dat hebben we met z'n tweeën afgesproken. Niet met onze relatie, gewoon. Dat doen we met z'n tweeën. De mensen die heel dichtbij ons staan, hebben daar niks over verteld. Want die kunnen dat misschien onbewust gaan saboteren. Of die vinden dat stom, of die hebben daar een mening over. En dat hoeft toch allemaal niet. Oh, maar het is zo'n enorme eye-opener. Nog een keer, hoe vaak je vanuit dat perspectief... vanuit, oh jee, straks ga ik door die stoel heen zakken. Kijkt, hè? En daar dus al ook... op anticipeert in wat je vraagt en hoe je gedraagt en of je openstelt of niet. Oh, het is het continu. Het is niet heel normaal. Mooi. Ja, en dat zijn wel hele mooie dingen, dat je jezelf wel constant traint. Want je bent nooit uitgetraind. Hè? De vertalen van een cursus in wonderen, want het is eigenlijk een Amerikaans document, of Engels, weet ik niet eens zeker. Maar het is in het Nederlands vertaald door een hele groep wijze mannen. En misschien zat er ook wel een vrouw bij, maar met name mannen. Een van die mannen die de hoofdvertaler op een gegeven moment geworden is Willem Glaudemans. Maar die begint elk jaar weer opnieuw een cursus in wonderen te studeren. En ik heb dat boek ook al best lang geleden gekregen, hè, in mijn bezit. Maar ik had heel veel weerstand. Want er komt het woord God, er komt het woord Jezus. Er ja, komt dat het woord wonderen, die heb ik ook. Ja, het woord heilig geest. Maar het is echt bedoeld in overdrachtelijke zin. Maar wij hebben ook het woord wonderen een betekenis gegeven. Snap je dat? Jij krijgt daar... daar word ik koud van. He? En terwijl dat voor mij dat geen lading heeft. Maar het woord God heeft voor mij wel een lading, want dan denk ik aan de kerk. Ja. Snap je dat? Ja. En dan denk ik aan moeten. En dan denk ik aan mensen die... doen alsof ze heilig zijn, maar ze zijn het ook niet. Maar ik ben ook niet heilig, hoor. Maar, maar dat is belachelijk. Want het is ook weer de betekenis die ik eraan geef. Ja. Hè? En dat elke keer weer trainen. Want wat jij nu doet, is eigenlijk gewoon je eigen cursus doen. En we doen elke avond appen we naar elkaar. Dus oké, dag 6, check. Dit was even moeilijk. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Ja, dit was moeilijk. Het zou heel mooi zijn om dat dan ook niet meer te hoeven delen met de buitenwereld. Ja. Hoe hard je hebt gewerkt. Want dat is ook weer Yvonne in stand houden. Want dan is Yvonne... nou, kijk eens even wat ik vandaag allemaal niet heb gedaan voor jou. Dat is ook weer in dialoog gaan met die content. Ja. Nee, ik wil dat helemaal dat loslaten. Nou, dat willen, daar kan je misschien ook wel iets van vinden. Maar weer. Goed. Maar voor jou is dat een training. Ja. En waar jij van denkt, dat gaat mij helpen. Nog even met elkaar. Zo van, oké, dat is een soort van laatste tussenstapje nog. Hebben we nog die bevestiging naar elkaar? Dat is ook wel fijn. Dan hoor ik ook... waar zij mee zit en dan hoort ze waar ik mee zit. Ja, dan krijg je gelijk hele diepgaande contacten. Hè? Ja, ja. Gaat het echt ergens over? Ja, ja, en het is dus allemaal... elke dag komt het weer gewoon terug. Elke dag weer zit je weer in dat perspectief. Oh, ja. Als het maar goed gaat, als het maar... ja. Als ik maar... maar als mijn behoeften maar vervuld gaan worden in de toekomst. Dat is het vooral. Ja, en het is ook heel vaak het programma van je ouders wat draait. Dus, daar ben ik wel benieuwd naar, want dat hoe... Misschien dat ik nog even kan uitleggen wat wonderen betekent. Ja, want dat is nog wel een goeie. Maar anders krijgen jullie het idee dat ik elke dag Maria of zo zie verschijnen. een wonder is voor mij dat je in plaats van in angst... dat is het van het ego, in liefde kijkt. En een voorbeeld om te geven is niet dat ik dan alles maar goed vind of weet ik wat. Maar dat ik een situatie in liefde kan zien. Dus dat ik het vertrouwen heb dat dat wat mij hier voorgespiegeld wordt, waar ik ook niet om vraag, dat dat misschien wel nodig is voor mijn ontwikkeling als ziel. Ja? En afgelopen zondag had ik dan ook zo'n voorbeeld. Hè? Dus wat mij van slag maakt, hè? Dit is een situatie die je van slag maakt, maar dat is niet de reden waarom ik van slag ben. Hè? Dat is bijvoorbeeld ook een les waar ik dan die dag mee bezig ben. En dan dan gaat het universum weer testen. Want ik kan dat natuurlijk wel lezen. En ik kan dat als ik helemaal lekker in mijn bedje zit met een kopje thee, hè, helemaal at peace ben. Goh jongens, dit kan ik al. Hè? Maar dan gaat hij. En het allermoeilijkste is altijd als ik het zie bij mijn kinderen. Ja, als er iets gebeurt wat ik gevoel heb dat mijn kinderen wordt aangedaan. En mijn jongste die komt uit bed en die zegt, oh, ik heb het zo zwaar vandaag. Ik zeg dan, ja, hij moest naar keeperstraining. Ik zeg, oh. En hij, keeper is zijn lust in zijn leven. Maar bij die keeperstraining heeft hij een trainer, dat is de hoofdtrainer, waar hij zich door niet gezien voelt. Ja, hij vindt
maar dat is niet de waarheid, dat hij in een groep wordt gezet die knetterlaag is. Ja, dus, en hij vindt dat hij in een andere groep hoort. En bij andere trainingen die hij heeft, want hij heeft een keeperstraining, maar hij heeft ook trainingen gewoon bij zijn vereniging. Nou, daar wordt hij echt gezien. Daar vinden ze hem heel goed. Daar vindt hij heerlijk. He, geluk van buiten naar binnen halen. Iemand vindt jou ergens goed in. En dat is ook nog helemaal zijn vreugde, dat keepen. Dat doet hij niet alleen omdat hij denkt dat hij de nieuwe Neuer wordt. Ik denk, hij is nu 14. Ik weet niet of hij dat nog steeds denkt, maar heeft hij heel lang gedacht. He, maar hij doet het ook omdat hij daar zoveel vrucht aan ontdeent. Dat bewegen vindt hij lekker, daar is hij goed in. Daar wil hij zich in ontwikkelen, sporten, dat brengt hem in het nu. Net zoals voor mij, mijn favoriete plek is bijvoorbeeld op een podium. Zijn favoriete plek is in de goal. Ja. Dus dat is helemaal lekker. He, en zijn kind denkt dan eerst nog van, nou ja, en dan moet je wel in de goal van het hoogste team ooit, van Bayern München, want dan ben je... Maar dat kan gewoon ook heel lekker op onprofessioneel niveau. Nou ja, hij heeft dus het idee dan dat hij daar niet gezien wordt. En dat voelt heel pijnlijk. Op de een of andere manier heb ik... Is hij daar ook echt bewust van? Of is dat de analyse zeg maar, die jij daarop hebt? Ja, ik vind het niet leuk. Ja, hij is wel zich bewust van dat het komt omdat hij in een lage groep gezet wordt. Okay. Waar hij vindt dat hij niet hoort. Ja. Maar dat is ook maar een gedachte, probeer ik hem dan. Maar dat vind je wel sneu, want ik heb daar ook allerlei ideeën over. Want die meneer, dat opperhoofd, die ziet hem ook echt niet. Maar Duc is zijn spiegel. Die meneer, dat opperhoofd, is best te zwaar. Die heeft altijd wel hoog gekiept. En hij ziet mijn kind ook als veel te zwaar. Dus jij komt nooit waar je moet komen. Want hij is ook niet in het eerste gekomen van het hoogste team. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En hij ziet het als spiegel dat bij Duc ook dat de makker wordt. Hij ziet het ook echt niet in Duc. Dat kan. Ja. Dat mag. Dat is niet fout. Dat is niet goed. Dat kan. En als je dan... Als ik mijn ego zou volgen, dan tekst ik hem van waarom probeer je het niet op een andere manier met mijn kind? Waarom probeer je hem niet eens in een hogere groep te zetten? Geef hem de kans, dan zul je zien dat hij misschien wel 1000 keer beter keept dan ooit in de lagere groep. Dat is goed voor hem, dat is leuk voor jou. En waarom doe je dat niet? Dus dan wil ik eigenlijk op het beeldscherm dat mijn leven heet iets veranderen. Snap je dat? Ja. Ik wil dat het anders gaat, zodat dat mijn kind het gevoel krijgt dat hij goed genoeg is. Maar wat is de makke? En dat probeer ik dan ook aan mijn kind uit te leggen. Je kan wel niet naar training gaan, maar welk gevoel krijg je dan? Want eigenlijk vind je trainen ook heel erg lekker. En in het nu, er is een wond in jou. Want iets in jou, ook al doet hij heel stoer, ik kan goed keepen en ik krijg heel veel complimenten en heel veel applaus. Iets in jou heeft ook het gevoel dat jij niet genoeg bent. Iets in jou heeft dat gevoel. Dat is altijd van het ego. Ik zeg, dat is jouw wond. En jij zult dan altijd mensen aantrekken die zout strooien in die wond. En dan kan je het zout wel weghalen. Maar het allermooiste is als je je eigen wond heelt. Dat je goed genoeg bent. Ook als je in de lage groep zit. En dat je plezier kunt hebben. Ook als je in de groep zit. Want wat is hoog? Wat is laag? Dat is ook maar subjectief. Dat is heel moeilijk om aan een jongen van 14 uit te leggen. En ik zei ook tegen hem van, en je hoeft niet. Je mag naar training. Van mij hoef je daar helemaal niet naartoe. En toen was hij uit bed. Hij deed zijn keeperskleren aan. Hij deed zijn handschoenen aan. De helft van die jongens waar hij enorm dol op is, was hij niet, omdat hij andere dingen had. Hij was er alleen en hij kwam terug en ik zeg, hoe was het? Hij heeft ook niet over een hoge of lage groep gehad. Maar volgens mij zat hij wel voor zijn gevoel, zijn ego, zat in de te lage groep. Maar hij zei, ik had de leukste keeperstraining ever. De trainer, dus de jongen die hem trainde, die zag hem wel in dat groepje. Wat vrij laag is voor zijn gevoel. Maar misschien hoort hij daar wel. Ik heb geen idee. Gelukkig heb ik compleet geen verstand van keepen. Dus kan ik daar ook niet zoveel van vinden. Ja. Maar aan de andere kant vindt mijn ego er wel wat van. Omdat ik wel eens aan de kant sta. En dat mensen zeggen, wat een talent. Wat is die goed. Wat doet hij dat leuk. Denk ik niet dat hij de nieuwe Neuer wordt. Maar denk ik wel, oh wat leuk voor hem dat hij dit kan. Ja. Ja. En dat hij beter wordt door veel te trainen. Dus het wonder is dan dat ik niet in angst kijk. En dat ik het op het scherm wil repareren. Maar dat ik die meneer, die gewoon in ons leven is om ons iets te leren, vergeef. En ook zie dat hij soms een beperkt blikveld heeft door alles wat hij meemaakt. Maar dat ik het in liefde zie en dat ik erop vertrouw dat dit is wat Duc moet doorgaan om wel ook de wond te helen van genoeg zijn. Ja. En zou je dan ook zelfs naar die momenten dat dat ego dan vanuit zo'n schaarste kijkt. Hè? Want dat is gewoon wat het ego dan doet. En wat er ook altijd zal zijn. En wat we volgens mij ook niet kwijt hoeven raken.
daar dan met liefde naar kijken. Ja. Dat zou dan het ultieme wonder zijn. Ja, ja, ja. Ja, maar ik vergeef me dan ook al zelf dat ik heb het tekstje nog in mijn telefoon staan. Het is geen kattige tekst, hè. Het is ook een liefdevolle tekst. Maar eigenlijk wil ik iets veranderen aan de situatie. Yeah. Hè? Maar dat is curlen eigenlijk. Hè? Dat je de weg helemaal glad wil maken. Dat de puk glad over het ijs glijdt. En dat je dat zo graag wil dat je kind wel gezien wordt. Yeah. Het enige is... Hè, dus maar ik vergeef mezelf dan ook dat het ego aanzet is. Terwijl ik net in de cursus in wonderen aan het studeren ben. Eigenlijk denk ik, deze les begrijp ik zo goed. Die kan ik zo goed. En dan word ik even dik vet getest. Want yeah. Dit kan ik... vind ik wel lastig. En misschien had ik, als ik niet zo aan het studeren was, toch het tekstje gestuurd, snap je? En dan ook, zeg ik niet, wat ben je een dom mens? Dan denk ik, ah, Mirjam, wat je zo goed weet voor een ander, als je een ander zou moeten coachen, dat kan je zelf nog niet. Maar zou het dan niet, wat je ook gedaan zou hebben, goed zijn geweest? Al had je wel altijd dat berichtje gestuurd, ja. Want dat daar troost ik mezelf dan ja, mee. Het is altijd goed. Het is altijd goed. Ja, want je denkt ook van ja, die zelfontwikkeling en mezelf verbeteren. En ja. Doelen stellen. En ik ben natuurlijk nou, vanuit 12 weet je natuurlijk doelen halen, productiviteit, bla bla bla. Dat is ook goed. Dat mag ook. Ja, dat is ook een hele goeie wat je zegt. Hè, maar je wilt als ouder, je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Je kind zo min mogelijk schade berokkenen of zo. Maar ja. Dat kan ook helemaal niet. Want ik heb ook al mijn issues. Hè. Ik kan wel doen alsof ik verlicht ben op podium af en toe momenten van. Maar ik ben het niet. Ja, dus, en daarom wil je dat zo goed mogelijk doen. En ik denk wel dat je kind een signaal afgeeft als je zegt... ga er maar voor. En in welke groep je ook komt, het gaat alleen maar over jou. Ja. Dat je wel een mooie les meegeeft, snap je? Dat ik niet ook nog weer dat wat ik zelf allemaal aan bagage in de rugzak heb... dat ik dat weer doorgeef aan mijn kind. Ik doorbreek het door zelf bewuster te kijken op dat moment. Ja, want dan maak ik meteen even een bruggetje naar wat je net ook zei... Ja. Van dat zo'n programma van je ouders. Ja. Zou je dat programma Ja, het draait zo'n soort programma eigenlijk, hè? Want hoe werkt dat? Ja... Ik denk dat ik daar zelf ook wel kan beantwoorden. Maar hoe zie jij dat in hoe zoiets werkt? En hoe je dat dan ook, die keten eigenlijk ook dan weer zou kunnen stoppen? Ja, bijvoorbeeld, je had het net ook angst, schaarste ja, en zo. Dat maar, ik ben bang dat in de toekomst mijn behoeften niet vervuld worden. Ja. Ja, terwijl het in het moment misschien best wel gewoon al helemaal oké is. Niets aan de hand. Ja. Eten genoeg en aandacht genoeg. En dakboom alles boven goed. Mijn hoofd. Net nog een leuk telefoongesprek. Ja, appje, weet je wel. Eigenlijk als je alle objectieve signalen kijkt en toch dit zitten ze toch vast. Knaagde iets, ja. Ja, ook wel weer, waar ik van hou, is om te snappen dat wat je denkt, dat gedachten zijn, maar vooral niet de waarheid. Hè, van je nulde tot je zesde, volgens mij, word je een soort van geprogrammeerd door alles wat je ouders hebben gezegd, maar ook wat ze niet zeiden. Ja, het is niet altijd de woorden of zo. Hè, en ik heb er altijd zo'n mooi zinnetje over, the way we talk to our children becomes their inner voice. Dus de manier waarop we tegen onze kinderen spraken, dat wordt hun brain chatter, dat wordt hun ego, dat wordt hun Karel. Ja? Ah. En als je dus, ja, dat is niet lekker, hè, eigenlijk. Als je dat maar zo beneden, omdat ik het echt wel zie wat voor shit effect FM het heeft, hè? Ja, bullshit FM is het bullshit gewoon, hè? FM, ja. Ja, echt, echt. Ja, echt, echt. Ja, maar op het moment dat je dat gaat realiseren, maar het is ook niet zo, hè, want ik kan hem wel heilig doen, maar. Iedere oude programmeert zijn kind. En iedere oude heeft ook ballast. Anders was je niet in dit level van Mario, zeg ik altijd. Ja. Als je al helemaal verlicht was, dan zat je in andere sferen. Maar niet hier. Mm. Ja, en dus we hebben allemaal dingen te leren. En ik denk dan dat die kinderen bij mij komen... omdat ze ook bepaalde dingen willen leren. En ik heb mijn ouders ook aangetrokken. Omdat daar lessen zijn die blijkbaar nog te leren zijn. Ja. Als je zo kunt kijken, word je ook nooit kwaad op je ouders. Ja. Kun je dat ook begrijpen? Oh, ja, ja, ja. Want anders zou je denken, ja, ze hebben hier meer vervuild. En dat, dat ben ik wel voorbij. Hè? Ja, dat is ja, ook vergeven. Hè? Ja. Dat je ziet dat ze op dat moment niet beter konden dan dat. En wat dan nog met wel lastig is, hadden... van oké, maar wil je ze dan nog wel dicht bij je houden, zeg maar? Ja, omdat het soms heel oude wonden aanraakt. Hè? Of, ja. Of iets, ja, snap ik helemaal. En het is ook niet zo, hè, dat als iemand je iets aangedaan heeft, klinkt zo zwaar, maar dat je daar dan constant kopjes koffie en thee mee moet gaan drinken, maar wel dat ze een minder prominente rol in je hoofd gaan spelen, snap je? Dat je het in liefde in je hoofd kan zien in plaats van in angst. Ja. Hè, want liefde is eigenlijk de enige energie die hier echt is. Angst is hier de vreemdeling, zegt een cursus in wonderen. Maar ik heb vaak genoeg dat ik echt angst ervaar, maar dat is dan een roep om liefde.
Dus eigenlijk dat je weer naar de liefde terug wil. En als jij snapt dat dat programma dan dus constant draait, dus dat inzicht hebt, maar dat je daar niet altijd gehoor aan hoeft te geven. Het is een patroon wat draait, maar naarmate je meer en meer bewustzijn hebt, maar er zijn mensen die hier nooit over nadenken. Niet fout, maar dan is het moeilijk te doorbreken. Maar jij hebt nu al allerlei bullshit FM in jouw hoofd, die je hier zo even in de podcast zou kunnen vertellen, die jij van je ouders hebt overgenomen. Ja? Maar jij weet dat. Want er zijn heel veel mensen die dat niet eens weten. Ja, en als je het menselijk systeem gaat doorzien, dat dat alleen maar gedachten zijn. Dat dat niet de waarheid is. Dat je daar niet echt iets mee hoeft. Ja, maar dan moet je het wel eerst bewust hebben hoe gedachten werken. En dat gedachten komen en gaan. Alleen waar je aan vasthoudt blijft. Ja, dus dat je daar niet op hoeft te acteren. Dat het automatische programma niet aan hoeft. Op dat moment, als je bijvoorbeeld een waardeloos programma hebt op RTL 4... waarvan je denkt, nou vreselijk, als je dat erop hebt, denk je heel snel eraf. En als heel veel mensen dat doen, dan wordt het programma van de zender gehaald. Dus uiteindelijk wordt het bij jou ook van de zender gehaald, dat programma van je ouders. Omdat je weet, het is niet van mij, het is van mijn ouders. Het is heel verleidelijk, want het ego denkt, nee, dat is voor mij, dat is voor mij. Ik moet je redden, want stel je nou toch eens voor. Ja. Ik heb het beste met je voor. Ja, en je moet echt nooit ruzie maken, of weet ik allemaal wat van overtuigingen. Ja, en naarmate je dat meer en meer inzicht in krijgt, en snapt dat gedachten komen en gaan, en dat er soms een nieuwe frisse gedachte onder vandaan komt, die alles in een ander perspectief zet. Dus dat je niet overal gelijk op hoeft te reageren. En dat je denkt, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo lekker. En dan zijn wij bang. Oh, dat gaat niet meer over, joh. Dit duurt nog lang. Al die lichtjes zijn al uit de bomen. Het is net kerst geweest. Dit duurt nog tot begin april voordat het een beetje leuk wordt in mijn hoofd. Want die lente, daar kan ik wat mee. Er zijn ook mensen die juist niks met de lente kunnen. Die dit gezellig vinden. Een kaarsje aan en lekker. En dus zo heeft iedereen zijn favoriete seizoen of wat dan ook. En als je dus even niet lekker voelt, dan hebben wij het idee, het is niet gezond. Dit blijft misschien wel. Dit blijft misschien wel tot. En hoe kan je nog gelukskundige zijn en een beetje depressief? Dat is helemaal geen combinatie. Weet je? Dus, maar als je daar zoveel lading aan geeft, kun je dan voorstellen dat het veel langer blijft. Maar als je weet, het gaat gewoon door mij heen. Het komt en gaat. En eigenlijk ben ik even vergeten wie ik in essentie ben, want het is al lang oké met mij. Happiness is now, hier. Ja. En soms zie ik het even niet doordat er een gedachte is van mijn ouders of in de toekomst of uit het verleden die mij van slag maakt. Maar ik hoef niet bang te zijn dat dit duurt tot Sint-Jutemus. Het gaat gewoon weer over. Ik heb best wel dat ik soms wakker word en dat ik denk, ik heb het weer en het overvalt me en ik ben bang. En dat ik daarna, dat het door me heen mag gaan. Ik mag het ook echt even voelen. Dus het hoeft ook niet weg. Ik mag even voelen en dan verschrompelt het. En daarna heb ik de mooiste ontmoeting even. Maar op het moment wat je resist, persist. Ja. Dus als je vindt dat het niet mag zijn, en de herinnering dat je diep van weet, binnen weet, het is allang oké met mij. Ik ben allang oké. Dat is hoe ik hier geboren ben. Een pasgeboren baby. Die is niet bezig met de toekomst, voor zover wij weten, en niet met het verleden. Die heeft geen karel in zijn kop die zegt, mijn moeder, gaat ze echt borstvoeding geven? Daar komt toch ooit over 4 uur niets uit. Laat ze alsjeblieft naar het kruidvat gaan. Dit komt niet goed. Nee, zo'n baby is compleet in het hier en nu. En zo'n baby is te geven en ontvangen van liefde en geluk. Soms heeft hij natte luien, soms heeft hij trek. En dan geeft hij daar gehoor aan. En daarna is hij weer in het nu. Maar het is wel het spel dat wij spelen. Want je zou kunnen denken, maar als ik dan zo'n babytje heb, dan moet hij altijd bij die staat van zijn blijven. Dan moeten we niet hebben dat hij zich afgescheiden voelt. En dat hij de toverspreuk is vergeten hier. Nee, volgens mij is dat juist de illusie die wij hier leven. Dat we het eerst onbewust onbekwaam zijn. En dat we nog helemaal ons één voelen met alles en iedereen om ons heen en één energie. En als we een jaar of anderhalf zijn, dan wordt het ego geboren en dan gaan we grijpen naar speelgoed en zeggen we mij. Ja? En dan is de illusie van de afgescheidenheid er. Dat is niet erg, dat is niet fout, dat is niet goed. Dat is het spel hier in de droom. Maar het is wel heel erg lekker dat als dat ego zo groot geworden is, dat we er last van krijgen, dat we alleen nog maar vibreren op angst en dat we in de knoop komen, misschien burn-out raken of misschien anorexia krijgen of misschien bulimia krijgen of misschien weet ik wat we allemaal kunnen krijgen. Dat we zo vergeten zijn wie we zijn. En er hoeft niet altijd iets ergs voor te gebeuren. Het kan ook gewoon zijn dat je een inzicht krijgt en dat je denkt, wauw, maar die muppet in mijn hoofd, die is eigenlijk helemaal niet aanwezig. Dat is een illusie. Dus hoef ik daar ook niet
constant op te acteren. En die is er wel en die mag er ook zijn. Maar dat je op zoek gaat weer naar die staat van zijn waar het oké is. En ik geloof er niet in. Er zijn wel mensen zoals een Eckhart Tolle die altijd compleet egoloos is, geen pijnlichaam meer heeft, die een bepaald inzicht heeft gekregen en ons daardoor kan teachen. Maar dan denk ik altijd, maar die Eckhart Tolle speelt vals. Want die heeft niet eens een relatie. En die heeft, voor zover ik weet, en die heeft niet eens kinderen. Vals spelen, denk ik dan. Dus ik denk dat het voor een heel paar mensen is weggelegd om die verlichting hier te ervaren. Maar momenten van verlichting. Oh. Het lijkt me ontzettend moeilijk om die staat van zijn vast te houden. Als je in contact bent met je omgeving. Buitenwereld. En dat is dus mensen. Ja. Dieren, alles. Alles. Het leven, een baan, verplichtingen. Ja, want dan, je wordt continu aan jezelf gespiegeld en uitgedaagd, juist door je interacties. En het is hartstikke prima als je ergens in een hutje op de hei zit. Ja, en de hele dag mediterend doorbrengt met tofu nu, ja. En ayahuasca of weet ik allemaal wat. Hè? Dus dat is ook heel uitdagend. Maar er zijn wel voorbeelden van mensen die dat hebben. Maar op de een of andere manier zegt mijn ego, dat is knetter saai, man. En dat, die mensen kunnen dat alleen maar omdat ze geen kinderen hebben en geen relatie. En weet je, dus iets in mij verlangt dat ook niet. Maar ik verlang wel naar momenten van in flow zijn. Momenten van herinneren wie je in essentie bent. En ook als je heel bang bent, toch kunnen doorvoelen en weten dat daar achter die dikke, vette, zwarte emotie ook weer licht schijnt. Mm. En niet dat je dan denkt, het moet over. Want ik merk gewoon dat als je er doorheen gaat, dat het ook een soort van lekker is. Schoonwassen. He, en weer zien van oké, dit is het. Dit is wat er gebeurt. Dus even. Het is zo ontzettend. Ik heb echt een paar dagen terug nog. En nu achteraf denk ik, shit, dat was eigenlijk best wel een mooi momentje geweest om daar even weer mee te oefenen. Niet gelukt. Nee. Dat je merkt, oh, nou, ik lag in mijn bed en ik zat midden in zo'n golf van gedachten die denkt, oh jee, in de toekomst ga ik, weet je wel, wordt niet komt naar me geluisterd. Ernstigs, of, ja. Nou, meer van, dan kom ik tekort. Dan worden mijn behoeften worden niet vervuld. Dus dan is angst. Ik moest huilen. En dan merk ik van, oké, uit bed. Ik ben een spelletje gaan spelen en weer in bed. Nou, zodra ik dan weer even stil was, begon ik weer te huilen. En dat je gaat dat onderuit proberen te wiebelen, zeg maar. En achteraf mag denk niet ik van, zijn. Hè, verdorie, waar? Of nou, verdorie niet, maar en ik denk dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Je wil dat niet, zeg maar. Nee, dat is ongemakkelijk. Ja, dat hoort er niet te zijn. Ik had ook een zak chips tegen kunnen eten. Ja. Of dan, ik ben nog even een serietje gaan kijken. Even Netflix aanzetten. Maar even iemand anders zijn beeldscherm bekijken. Lachen. Niet dat van mij. Dan wil je verdoven, hè? Ja. Dan mag het even niet zijn. Die Karel moet op uit. Die moet verdoofd. Ja, omdat ook omdat je denkt, nou, ik wil dit niet. En je zit dan in die challenge. Of nou, ik weet dat dit mijn Yvonne is, nu die aan het praten is. Ja, wat is, herken je dat? Ja, herken ik 100%. Moeilijk om het dan in het moment van hoe doe je dat dan? Om dan te zeggen van nee, oké, nu ik blijf er gewoon even bij zitten. Want ik snap het intellectueel prima. En ik heb het ook wel andere mensen aangeraden ook in coaching. Ja, doe van, maar. Ja, nee, ja. Ga er maar door. Ga er maar door. Maar dan zie je ook bij jezelf zo, nou ja, dit was dan nog te spannend en te eng. Dus ik ontsnap. Ja. Maar aan de andere kant, jij bent denk ik ook heel streng voor jezelf. Want je zegt, ik moest ook heel erg huilen. Dus je hebt wel stukken gepakt. Ja, is dat dan, misschien is het dat dan wel. Is het wat ik dan bestemp, is wat is dan er doorheen gegaan? Ja. Dat is dan maar gewoon dat moment van huilen. En het is dan oké, als ik dan 10 minuten later denk, nou weet je, ik ben nu wel klaar met huilen. Ik ga mezelf even afleiden. Anders doen. Ga een Netflixje of weet ik wat. Want daar is nog spannender, die Netflix-serie op Netflix-scherm is misschien wel even een mooie afleiding. Want in mijn eigen belevingswereld is de Netflix-serie nog enger. Ja, ook omdat ik weet van, goh, maar dit is een perspectief wat ik gewoon helemaal niet wil. Ja. Zo van, ik weet dat Yvonne is. Dan moet het weg, hè? Ja. Maar ik vind het al heel knap dat jij je zo bewust bent dat je al weet welke afleidingsmechanismen je hebt. En, hoor. Ja. En ook dat je huilt. Dat doen dan heel veel mensen ook niet. Die moeten zich vermannen en die moeten heel stoer zijn. Maar die gaan dan huilen bij de Netflix-serie die ze daarna bekijken om de Netflix-serie. Dat is wat veiliger, onze eigen Netflix-serie is soms ook echt om te huilen. Dus en als je dat dan doet, dan denk je, oh, want dit was het dus waar ik zo bang voor was. Dat is dan zo frustrerend. Dat je denkt, ja, maar nu is er niks om te huilen. Het is het idee
dat het gaat mogelijk komen. Scenario. Oh, vreselijk. Ja, maar dat is altijd zo. Want in het nu is er eigenlijk niet vaak iets om te huilen. Ja. Nee, want als bijvoorbeeld iemand waar je heel dol op bent overlijdt, dan huil je natuurlijk ook. Hè? Maar waarom huil je? Omdat je bang bent dat je nooit meer dat samen gaat doen wat je hoopte te gaan doen. Snap je? Dus het gaat altijd over wat gaat komen of wat geweest is, waar je naar smacht. Of dat je hoopt op een beter verleden. Was ik maar vaker bij hem geweest? Of, hè? Dus het heeft nooit met het nu te maken, want in het nu is alles oké. Okay. Er kan hooguit hier nou een dikke vette leeuw de ruimte binnenrennen. Dan moeten we zien dat we eruit komen. Maar dat gaat ons lukken op intuïtie. Wat zijn we snel? Ik gooi de hakken uit, ik ga rennen. He, dus, ja, klim uit het raam. Ja, klim uit het raam. We gaan het doen. He, en dan kan je wel ook een of ander plan voor bedenken, maar dan weet je wat je moet doen. Ja, of niet. En dan denken we, dat is slecht, want dan ga je dood. Maar ja, we weten niet eens wat de dood is. Dat is ook een illusie, denk ik. Het is echt wel... ik vind het wel heel mooi om erover na te denken. En ik denk ook dat het ego dan jou weer wil zeggen, maar je bent er niet helemaal doorheen gegaan. Wat jammer dat het niet gelukt is. Ja. Hoezo is het niet gelukt? Je hebt toch gehuild? En je hebt ook je afleidingsmechanisme gezocht. Oké. Befriended. Ja. Dat was wat je op dat moment kon. Rumi, hè, dat is een, dat ken je wel natuurlijk, hè, zo'n dichter die hele mooie dingen schrijft. En een van de gedichten die hij ook heeft geschreven is: mens zijn is als een herberg. En dat hij ook zegt dat alle emoties die zich aandienen, hè, wij noemen ze goed, wij noemen ze slecht. Maar waarom is kwaad worden slecht? Of waarom is bang zijn slecht? Of hè, het zijn vreemdelingen hooguit. Dus en jij bent dan degene die eigenlijk bij de voordeur staat en die vreemdelingen gewoon binnen mag laten. En ook al verruineren ze je hele interieur, mag het er zijn, zegt hij dan. En dat is wat het ego dan weer doet. Achteraf praten en stickers op plakken. Niet zo goed gedaan. Ik ben er niet genoeg doorheen gegaan. Nee. Het heeft alles te maken met bewustzijn en waarnemen zijn. En ook geduld hebben met jezelf. Vallen en opstaan. Ja, is echt lastig, hè? Ja, ik heb ook, ik kies altijd zo'n thema voor het nieuwe jaar. En dan heb ik ook maar als thema weer vertrouwen. Ja. Heb nou eens vertrouwen. Ja. Heb nou eens gewoon vertrouwen. Zo prominent. Trust. Ik maak elk jaar een vision board. Zo, ja. Bam, vertrouwen. Heb vertrouwen, stond er. Ja. Ja. En als je meer en meer kan vertrouwen. De belangrijkste vraag, hè, zegt Einstein ook, die we ons hier kunnen stellen is: leven we in een vriendelijk universum? Als jij het ziet als vriendelijk, dan is eigenlijk alles wat op je pad komt, dus om jou te helpen en niet om je dwars te liggen of wat dan ook. En ja, ik geloof dat, dat heb ik al een paar keer benoemd. Ik hoorde dat een tijd terug ergens, vond ik heel mooi. Het is niet dat alles met een reden gebeurt, maar we kunnen wel overal betekenis aangeven achteraf. Dat is ook mooi. En dat is wat we doen, hè, eigenlijk. Ja, en dat vond ik wel heel mooi. Want je hebt ook, in het begin je had het over signalen. En ik zie ook wel sommige mensen in mijn omgeving die dan te veel in zoeken. Alles een signaal. Oh, maar dat hij nu dit zegt, of dit op mijn pad komt, of ik daar dat blaadje. Dat ja, ik snap wel wat jij bedoelt, hè? Dat je dan een constant op zoek bent. Daar word ik ook een beetje moe van. Ja, en dat is ook, hè, wat in de non-dualiteit heel erg wordt genoemd als. Dat noemen ze dan ook dat je het spiritueel gaat afdekken eigenlijk. Hè? Dus als er dan iets heel ergs gebeurt, dan maak je... Hè, ik heb ook veel geluisterd naar de slagersdochters. Hè? Zij hebben ook een mooie site, dat heet Shift Academy. En zij zeggen dan dat je eigenlijk van een drol een taartje gaat maken. Hè? Dat is alles. Hè? Dus nee, maar ik vind het een hele mooie toevoeging wat je zegt. Dat je er wel betekenis aan kunt geven. Ja. Je kan dan jezelf zien als slachtoffer, maar je kan ook de leider met EI blijven in je leven, in plaats van de leider met lange ei. Maar John Lennon zegt ook zo mooi: het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. En wat er precies allemaal op je pad komt en hoe het zit en of er nou aan alles een betekenis kan worden gegeven. Wat ik wel merk, hè, nu ik heb veel in de non-dualiteit gezeten een hele tijd en dan ook wat minder in dat spirituele stuk. En dat non-dualiteit is, ja, ik weet niet of je dat spiritueel noemt, maar een beetje wat jij zegt, minder in herkennen van tekens op je pad of dat soort dingen. Hè. Ik zat heel erg in van ja, maar ja,
Nou zeg jij misschien wel dat het een teken is, maar dit is maar een gedachte. Hè? En ja, als ik een rood bosje zie, dan kan ik ook wel denken dat het een overleden opa is. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik ging heel erg in dat non-duale stuk en dat alles toch maar gebeurt en dat er geen vrije wil is. Maar ik merkte bij mijzelf dat ik dat waar ik soms herinnerd word aan wie ik diep van binnen ben, dat ik die dingen miste. Dus ik ging ook de signalen meer missen. Mm. En nu, ik weet het niet helemaal zeker of het soms een signaal is, maar ik word er blij van. Laat me toch lekker. Dus ik zie ook weer meer. Dus ik ben weer meer open en weer meer in het moment. Dus, maar dat is ook een heel bekend iets, hoor. Dat is dan ook weer dat je ego dan gaat denken, dan grijp ik lekker in. Want weet je, als alles maar een gedachte is en dat je het toch allemaal zelf creëert en zo'n signaal is ook maar belachelijk. Dus die ging een beetje ingrijpen om ook weer macht te hebben. En nu heb ik toch wel gezegd, nou, ik sta er wel weer voor open. En ook al is het dan niet waar, maar mij dat wat uit. Bart die leest 's ochtends altijd de krant in bed. En in de vakantie ging hij, hij was allemaal chagrijnig. Want die krantenbezorg had voor zijn gevoel een beetje vakantie. Dus die bezorgde de krant veel later dan dat hij hem wou. Maar die krant, zeg ik altijd, die is voor en door de Muppet in je hoofd geschreven. Dus die journalisten, die moeten er veel ellende en veel narigheid in zetten. Ja. Dus ik wil die krant nooit zien. Dus ik ga dan iets doen waar ik, helemaal lekker van in het nu raak. Dat kan zijn dat ik een eind ga lopen. Of het kan zijn dat ik even een podcast opzet die mij goed voedt. Dus dan op die manier doe ik dan een gemberteetje. Waarvan ik allemaal denk, nou, dat voelt goed. Zo wil ik de dag beginnen. Nou keur ik niet af hoe Bart het doet, want die vindt dat lekker. En die zegt, ik word er helemaal niet gek van. En ik laat binnenkomen wat ik binnen wil aankomen. En ik wil gewoon even de actualiteit in de gaten houden. Die hou ik ook wel in de gaten, maar dan meer heel selectief. Dat ik denk, nou, hier moet ik even wat over lezen. Dat andere hoef ik niet. Een beetje stout natuurlijk, want het is toch al lang binnengekomen. Nou, en er was een ochtend dat de krant dusdanig laat kwam dat ik mijn meditatietje er al af had. En Bart die slaat de krant open, gewoon achterin. Omdat hij dacht, ik heb niet zo heel veel tijd, want die krant is al zo laat. En allebei kijken wij op dat moment, we hebben net nieuwe leeslampjes, naar dezelfde rouwadvertentie. En dat is een rouwadvertentie van een collega van Bart en van mij van vroeger. En die was overleden. Maar wij wisten wel dat hij ziek was, maar absoluut niet dat het in welk stadium was. Ik vond het zo'n bijzonder moment dat wij dat samen zagen. Je kon ook naar de uitvaart toe om te condoleren. Je kon niet naar de... Er was een besloten kring. En we kregen er allebei een beetje kippenvel van dat het eerste was wat we zagen. Nou kan het wel puur toeval zijn, maar ik vond het een heel bijzonder moment. Dat we dat allebei op hetzelfde moment zagen. We waren allebei met onze gedachten daar. En we hebben ook die dag dat hij begraven zou worden, hebben we even daar echt bij stilgestaan samen. En daar ben je er even bij. Ik vond het mooi. En dan kan je wel denken van, ja, dat is toch toeval? Nou ja, dan vind ik het een mooi toeval. Maar als mijn ego zegt, ja, dat bedenk je maar, dat is toch puur toeval. En dan, ja, want flauwekul, wat een dikke vette onzin. Dan krijg ik die momenten niet meer, snap je? Dus nu sta ik er meer voor open en ik zeg, ik wil ze wel weer zien, want ik word er wel blij van. Ja. En of het nou toeval is, ik word er blij van. Ja. En je kan er ook dan gewoon blij van worden zonder dat je dan overdreven veel richting... laten bepalen of zo. Ja. Want ik vertelde dat later ook wel even als puntje aan iemand. En daar zat mijn kind bij. Nou, die wordt er allergisch van. Want die denkt natuurlijk, die moeder van mij is helemaal gek. Is een heks. Pas op, kom nog op de brandstapel en ik erbij. Ja, en toen zei hij, ja, dat vind ik wel heel ver gezocht. En toen dacht ik, ja, dat is misschien ook wel. Maar ik vond het wel een mooi moment. En nou lijkt het of ik blij werd van zijn dood helemaal niet. Ik werd er echt droevig van. Het overviel me. Het raakte mijn eigen angst aan. Dat is altijd zo. En ik dacht bij mezelf, ik heb ook een man ongeveer van die leeftijd. En die had ook nu overleden kunnen zijn. En dat had ik heel jammer gevonden. Dus wat ben ik dankbaar op dit moment dat mijn man naast me zit. En wat hoop ik dat zijn familie de kracht heeft om dit aan te kunnen. Ja. Dus het is niet alleen maar dat ik voor zo'n momentje, maar meer, ik word ook droevig van. Ik word aangeraakt. Ik word even in mijn eigen angst teruggezogen. Ik denk dat die momentjes, de signaaltjes, dat het eventjes voelt alsof de wereld heel, alsof je wel even in het midden van de oog van die orkaan staat, maar dan op een goede manier. Op een goede manier. Precies. Heel mooi gezegd. Ja. Ja. Maar of dat dan nou toeval is, of dat het is niet zo interessant. Maakt het zijn uit, voor dan. Mij dan de kleine momentjes waardoor ik denk van, wow, er is misschien wel veel meer dan dat ik nu kan overzien. Daar word ik ook wel blij van. Ja. Want als je alleen maar met het egootje gaat kijken, dan word je wel heel bang. Want we weten al wat de eindbestemming is. Dat is namelijk dat we een retourticket krijgen naar iets waar we geen idee van hebben waar naartoe. En als je dan denkt in de termen van ego, dan lijkt dat misschien wel helemaal het einde van de wereld te zijn. Ik hoorde, ik had Jan Geurts. Ja. Die één keer eerder gesproken en nu een tweede keer ook in de podcast gehad.
En die vertelde me ook dat dat hele idee van een ziel, die dan ons leven overstijgt, dat is ook gewoon een pleister voor ons ego. Ja, zelfs de dood. Zeker. Nou, dat maakt niet uit. Nee. Want daarna, er zit een stukje in jou wat er nog verder gaat. Ja, of 100%. Dat is... Dus dat geloof ik ook wel, maar daar word ik ook weer bang van. Dat wil ik eigenlijk niet. Snap je als dat? Als dat er niet is. Of Ja, en dan heeft Willem Glaudemans weer een boekje geschreven over de reis van de ziel en ook over de dood. En hij kan het dan zo overtuigend brengen dat er wel een beetje rustig van wordt. Mm. Maar dat is net zoals met dat je in een god gelooft of in een hemel. Ja, of zo'n ook maar gewoon... En die Willem Glaudemans schijnt ook kinderen te hebben. En die hebben hem dan weer gevraagd. Ja, maar papa, hoe weet je nou precies hoe die stadia zijn als jij sterft? Want daar ben je toch niet geweest? Hè? En hij zegt, dat is heel raar. Maar als ik het boek schrijf, ben ik echt daar in die sferen. Mm. En soms voelt het voor mij ook zo. Dat ik een herinnering heb. Dat is volgens mij niet een pleister waar Jan Geurts het dan over heeft. Nou, niet maar dat hij dat zei, maar volgens mij zeggen, maar dan zeggen de mensen dat. Snap ik heel goed hoor. Ja. En dat gaat mijn ego mij dan ook vertellen. Ik denk, hou er maar mee op met al die onzin verhalen die je in je hoofd hebt om je rustig te maken. Want het is alleen maar omdat je bang bent. Mm. Hè? Dus die stem heb ik ook. Maar ergens diep van binnen, als ik soms dat soort mooie verhalen lees, zoals een boek van Willem Glaudemans, resoneert het bij mij ongelooflijk. Dat ik denk, ja, dit herinner ik mij ook. En ik weet ook wel toen ik klein was dat ik echt het idee had dat ik veel vaker in een lijf had gezeten. Maar dan een ander lijf. Dus het is een soort diepe herinnering. Maar misschien wel uiteindelijk als ik sterf en ik snap wat het is. Een dikke, vette pleister. Ik heb geen idee, maar laat mij nou die pleister maar even hebben. Ja, ik vind precies, hem wel lekker. Ja. Als je dan toch mag kiezen. Ja, dan doe maar een pleister erop. Ja. En er gebeuren wel zoveel wonderlijke dingen. Hè, dat ik ook denk van ja. Maar weet je, op het moment dat het wonder gebeurt. Wonder klinkt te ernstig. Maar nou ja, dat wat ik net vertel over die collega. Dat je allebei tegelijk de rouwadvertentie bekijkt. Terwijl ik nooit in de krant kijk. En liever ook niet naar rouwadvertenties. Echt geen hobby van mij. En dus dat je dat op dat moment samen deelt. Hè? Dus zo klein kan het zijn. Het hoeft echt niet te zijn dat je een of andere opstanding van iemand hebt of zo. Maar op het moment dat ik dat voel, weet ik dat het klopt. Snap je dat? Maar daarna gaat het ego zeggen, ja, maar misschien is het dan dat je het heel graag wil. En helemaal als zo'n puberende zoon zegt, mama, dit vind ik wel heel vergezocht. Denk ik, ja, dat is ook wel misschien wel vergezocht. Hè? En wat ik ook wel mooi vond, hè, dat is misschien ook wel leuk om te zeggen, ik denk dat jij hem ook wel kent, Paul Smit. Ken je hem? Ja, en die is ook heel veel. Geweldig. Ja. Nou, ik heb nou heel veel nieuwe dingen die ik allemaal mag gaan luisteren. Het is net of ik in de snoepwinkel ben bij jou. Oh, geweldig. En dan ga ik allemaal luisteren. En mijn ego zegt, nee, niet doen. Want als ik het terugluister, denk ik, oh, laat de mensen uitpraten. Je stelt verkeerde vragen. Had dit nu... Oh belachelijk. Verschrikkelijk. Ik vind het nou zo leuk met jou. Ik vind het helemaal geweldig, want jij voedt mij ook, hè? Het is niet zo van diegene die in de podcast is, die geeft de voeding. Jij geeft ook voeding aan mij. Dat ik denk, ja, dit is ook zo. Ja, dit heb ik ook. Dus het gaat zo goed, man. Ik wil er zo meteen ook wel iets over vragen. Of misschien kunnen we dat nu wel... Glaudemans, ja. Nee, ik had over Paul Smit. Ooit is die op mijn pad gekomen. Doordat een student van mij zei, hey juf, je hebt het altijd over Muppets in je hoofd. Hè? En ik had namelijk... Eerst had het een hond die mijn gedachten visualiseerde. Maar dat is heel raar. Want die hond, die heeft volgens mij helemaal geen gedachten. Alleen Samson en Gert die hond heeft gedachten. Maar verder niet. Snap je wat met ik bedoel? Die hond hebben gehad. Mijn hond dacht vooral, ik help wel. Hij help. Oh echt? Gewoon mijn dingen opeten. Oh geweldig. Zodat dat zo naast je heel blij. Ik help wel hoor. Ik om help, jou dus boel te verruineren. Oh lachen. Ja, dus die hond die vond ik eigenlijk niet zo goed. En toen kregen we bij stickertjes, bij de Albert Heijn of zo, dat je Muppets kon sparen. Toen dacht ik, het is een Muppet. Mm. Het is gewoon een Muppet. Dus zo ging ik die sparen en had ik die Muppet. En echt 5 jaar later kreeg ik van een van de studenten, waarbij ik dat met die Muppet deed, een boekje. En dat was Verlichting voor luie mensen. Ja. En daar werden de Muppets in je hoofd beschreven. Ja. Ik denk, dit is gewoon een universeel ding. Want deze meneer had er nooit van gehoord. Ik ben al 5 jaar met Muppets aan het bezig. En, maar die leerling zei tegen mij, ah juf, nou weet ik waar je de Muppets van hebt. Maar ik ken de hele Paul Smit niet. Dus toen dacht ik, oh, daar wil ik een keer naartoe. Dus ik ging googlen waar ik een keer naar een lezing van hem naartoe kon. En toen bleek dat hij niet meer zo zin had om over non-dualiteit te spreken. En dat hij daarmee gestopt was. En dat hij dat eigenlijk een beetje op laag pitje had. Dus op zijn site waren op dat moment geen lezing waar ik naartoe kon. Nou, toen heb ik gezegd aan het universum, direct my footsteps. Vertel maar, als ik hem tegen moet komen, graag op het goede moment, op de goede plek. En toen mocht ik spreken op een groot congres voor de brandweer. En wie sprak met mij? Paul Smit. Dus niet samen op het podium, maar eerst Paul Smit. En daarna kwam ik.
Dus we gingen ook samen lunchen. Had ik niet bedacht, had die organisatie bedacht. Hè, en hij was helemaal druk met allerlei dingen klaarzetten. En toen vertelde ik hem ook van die Muppets in het hoofd. Toen zei hij, wat ga jij dan doen? Hij zei, oh wat leuk hè, dat zijn wel universele dingen. Dus ja. Hij had helemaal niet zoiets van mijn ego... Eist dit nu op, dit was van mij. Dat zul je wel ergens via gehoord hebben. Het is gewoon in deze cultuur, in deze tijdsgeest... het perfecte plaatje om iets te beschrijven. Ja, wat we allemaal kennen. Ja, en dat pakken we uit het universele winkeltje blijkbaar. Want ik werd bij mij getriggerd door de Albert Heijn. Hè? Nou, en toen zei hij tegen mij van waar heb jij het dan over? Toen zei ik, ja, maar ik denk dat jij dat een beetje te zweverig vindt. Want ik denk, dat non-dualiteit is een onderdeel... van alle universele wetten die hier gelden, zei ik tegen hem. En ik geloof dan ook dat we een onderdeel zijn van een groot geheel... en dat toeval niet bestaat. Dus dat met die vrije wil van jou, dat vind ik nog wel heel moeilijk. Hè? Iets in mij, hè? Ik zeg dus, ik denk niet hè, dat jij hier helemaal warm van wordt. En toen keek hij me aan en zei hij, nou, hij zegt, dit van mij is ook maar een manier om het leven aan te kunnen. Toen zeg ik, ja, want ik weet van jou dat op de dag dat jouw moeder overleed, zijn moeder is overleden bij een ernstig ongeval. Ze was ambulanceverpleegkundige en ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ze had zelf geruild qua dienst met iemand en toen was hij bezig om iemand van de snelweg af te halen. En daar reed iemand, die had de kruisen niet gezien, veel te hard. En die meneer, die al op de brancard lag, en zijn moeder werden allebei bij het ongeluk getroffen. Zijn moeder was dood. En hij spreekt daarover in De Verwondering, is echt een heel mooi interview, dat hij zei, het had niet anders kunnen gaan dan dat het ging. Hè? En ik ben dus ook nooit ervoor geweest, en mijn vader ook niet, zei hij, om diegene die dat veel te hard had gereden, daar heel ernstig voor te straffen. Wel misschien een taakstraf. We hadden het idee dat je daar meer van leerde dan van in de gevangenis zijn. Maar dat hebben we ook losgelaten. Het moest lopen zoals het liep. Hij zegt, dat betekent niet dat je geen verdriet hebt, hè? Dan ben je super verdrietig, want je mist je moeder. Dat is gewoon het menselijk systeem wat aan de gang is. Maar je wilt dan niet hopen op een beter verleden, waar ik het net over had met jou. En dat kan hij ongelooflijk goed toepassen. Dat vind ik heel knap. Dat vind ik echt het leven voor gevorderden. He, maar misschien is het ook een truc van hem. Snap je dat? Of een truc. Ja, of een truc die werkt. Trucjes van ons, allemaal pleisters van ons. Dikke prima, maar het helpt hem wel. Ja. Door niet heel boos te zijn, want het is een ontzettende vrolijke, energetische man. Het gaat ook al je energie door procederen en je hele leven daarmee bezig zijn, uit je weg kunnen zuigen. Dat is niet gebeurd doordat hij er zo in staat. Maar ik zeg, het bijzondere, daar gaat mijn ego dan weer naar op zoek. Ik zeg, is dat een aantal jaar later op exact dezelfde dag, exact hetzelfde tijdstip dat jouw moeder overleed, jouw zoon wordt geboren. Ja. En hij zegt ook, vindt wel een leuke goocheltruc van het universum of zo. Hij gaat daar een beetje met humor mee om. Ja, ja, ja. Maar ik denk dan wel, ja, en dat is voor mij zoiets. Oh, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo gaaf. Daar word ik stil van, laat ik het zo zeggen. Ik zeg, en daar heb ik veel oog voor. Misschien zoek ik daar wel heel erg naar. Om de pleister, om het hier aan te kunnen. Maar ik hou ervan. Ik word zo blij van. Het is mijn joy. Dat is misschien wel waarvoor ik hier ben. Ik denk, ja, oké. Ja. We zijn ons systeem, onze hersenen. We zijn patroonherkennende machientjes. Ja. Dat vinden we heerlijk. Weet je, 11-11. Ja, ja, lekker. Symmetrie. Ja, geweldig. Symmetrie. We houden gewoon echt van symmetrie. Ja, die mensen vinden we ook veel mooier, hè, die in symmetrisch gezicht. Ja. Geweldig. Dus ook met die sterfdag en geboortedag, is ook symmetrie. Ja, en dan ook nog op hetzelfde tijdstip. Dat is zo miraculeus. En toen zei hij tegen mij, dat vind ik ook heel bijzonder. En hij zegt, ik ga straks naar je luisteren. Dus hij was echt van plan om bij mij nog te luisteren. Maar dan zie je toch weer... Niet om hem af te kraken, maar hij dacht dat ik direct achter hem aan moest. Maar er zat nog weer iets tussen. Daardoor, als hij bij mij bleef, dan verliep hij misschien een afspraak mis of kwam hij in de file. Dus hij moest toch weg. Hij keek mij liefdevol knipoogend aan dat het niet met mij te maken had, maar dat dit gewoon te lang duurde om te wachten. En hij ging weg. Dus dat moest dat ook niet zo zijn. He, dan vindt mijn ego dan ook van alles van, oh, wat jammer. En had ik zo leuk gevonden als hij mij leuk vond. This is to please. He, maar het was goed zoals het is. En ik heb ook heel veel van hem geleerd. En ik vind hem heel inspirerend. Dus het is niet zo dat binnen hoe ik kijk dat non-dualiteit niet past. Maar ik geef dan weer mijn eigen schwung aan, zodat ik er wat mee kan. Ja. Ja, heel en mooi. Dat is niet goed of fout. Dat is hoe ik het leven aan kan. Ja. En daarbij niet alleen hoe jij het leven aankan, maar ik denk ook, het is een rimpeleffect wat je doorgeeft voor degene die het op willen vangen, die ervoor openstaan. Ja. Wat ik nog wilde vragen, we hebben het een paar keer gehad over in flow zijn, in het moment zijn en bij jou is dat op een podium zijn. Wat ik zelf merk is dat in dit soort gesprekken, soms is er een enorme connectie. Ik heb ook ergens, en dat is al even heel persoonlijk,
zit er ook een stuk in mij wat soort van wat weg wil kruipen. Wat het eng vindt om die connectie echt te hebben. Ik vind het woord connectie maken met mensen ook echt... Jeuk. Daar krijg ik echt jeuk van, als mensen dat zeggen. Maar toch merk ik wel van, dit is mijn moment in flow. Mooi. Maar ergens is dat ook... Is het er een verlegenheid in? Ja, maar dat maakt ook waardoor je het heel goed kan. Snap je wat ik bedoel? Want als jij die verlegenheid niet had, dan pakte jij de voorgrond en dan hadden ze 68 keer dezelfde podcast van Janet. Snap je wat ik bedoel? Dit is de perfecte skills die jij hebt om dit zo goed te kunnen zoals je het kunt. Oh, zo had ik het nog niet gezien. Ik dacht eerst van, oh, wat is dat dan? Weet je, dat het nog een beetje... Nou, oncomfortabel is niet eens het goede woord, maar verlegenheid. Ik denk dat dat het beste beschrijft. Ja. Van, en dit is weer de zin die jij net zo mooi zei. Nou, en zo kunnen we het van achter mooi een betekenis eraan geven. Precies, en dan hoeven we lekker niks meer mee. Ja. En dat heeft ook weer te maken met vertrouwen. Dat het precies dat jij hier bent met een bepaalde reden. Hè, misschien is dat wel helemaal niet zo, maar dat vind ik wel lekker om te denken. En dat je mooie dingen de wereld inslingert. Want er worden al zoveel negatieve dingen en zo. En dit is toch echt vanuit een goede intentie, vanuit liefde. Hè? Nou, daar hebben we behoefte aan in de wereld. Dat is, maar daarvoor moet je wel toegerust zijn om dat te kunnen. En jij hebt waarschijnlijk exact die eigenschappen... waar het ego ook weer wat van vindt. Oeh. Maar om dit heel goed te kunnen. Ja. Ik denk dat dat het is. Hè? En dan gaat het ego... dan denk je, ben je niet te verlegen. Natuurlijk mag je altijd groeien. Hè? Er is altijd de reden voor groei. En mag je, als je zo'n interview aan het eind bekijkt... na die tijd, denken van... Oh, misschien dit of dat. Hè? Maar toch je elke keer weer overgeven. Want dat doe je wel. Wij zijn nu ook helemaal in flow. Ja. He, want ik kan wel zeggen van... ik vind het op het podium het allermooist... maar ik vind het gewoon het allermooist om het hierover te hebben. Ja. Het allermooist van de hele wereld... vind ik het om het hierover te hebben. Want dan ben ik helemaal niet met de toekomst bezig... en niet met het verleden, maar dan ben ik in het nu. Dus dit is echt mijn favoriete hobby. En dan helemaal met mensen die het ook heel mooi vinden. Ja. He, dus zo'n interview vind ik ook heel mooi. Maar ik zou niet goed op jouw stoel kunnen zitten... omdat ik graag op het podium sta. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar dit is wel ook een favoriete plek van mij. Ja. He, want met een podcast of zo verdien ik niks. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik ook en met niet. Een, jij ook niet. Nee. Hoe mooi dit is dat? Gewoon omdat ik dit gewoon lekker vind. Ik vind het zo fijn om hier... Ja. Beetje, ook een beetje van, oké, maar wat is dan... Dat is een van de vragen die ik ook had van... hoe weet je of je op het juiste pad bent? Want iedereen, veel mensen zitten vast, een burn-out, op zoek naar zichzelf, is natuurlijk een groot thema. Wanneer weet je nou van, oh, maar dit is wat ik moet doen? En ik heb het zelf ook, want die podcast bijvoorbeeld, ik ben daar maar gewoon mee gestart 1,5 jaar terug. En ik weet eigenlijk nog steeds niet precies wat je waarom. Ermee gaat doen. Nee. Nou, het heeft wel een plek gekregen binnen het bedrijf, maar nog steeds. Ja, maar wat is mijn missie dan? Weet je wel? Wat is dan mijn purpose? Wat doe ik daarmee? En ergens denk ik, ja, ik doe het maar gewoon. Ja. Maar toch wil ik daar dan graag een stukje betekenis aan hangen. Zo van, oh, want ik merk dat bij jou wel heel duidelijk. Zo van, dit is waar ik het liefste over praat. En ik wil daar ook dat rimpeleffect, dat uitstralen. Daar ben ik voor mezelf nog een beetje naar op zoek. Maar eigenlijk is het dit gewoon. Ja, volgens mij doe je het al lang. Ja, maar dan wil je dus daar weer nog... woorden aan geven. Ja, en dat is weer het ego, hè, die dan het heel duidelijk op een plaatje wil hebben. Maar zolang jij doet waar je heel erg van houdt, je joy volgt, dat is eigenlijk gelukkig zijn zonder reden. Ja, dat je dus doet waar je heel erg van houdt, dan is volgens mij helemaal de bedoeling. Ja. He, en ik hou me ook elke keer scherp van... vind ik het nog steeds leuk op het podium? Vind ik het nog steeds leuk op Saxion? Doe ik het uit angst of doe ik het uit liefde? Mm. He, en hier op Saxion heb ik ook echt dingen die ik niet super leuk vind. Vergaderen, ik hou er totaal niet van. Nou ja, het hoort er wel bij. En alleen maar leuke dingen. Soms heb je ook een beetje doorzettingsvermogen. Maar als dat gaat doorslaan nadat ik hele dagen aan het vergaderen ben... dan ben ik weg. Ja. Snap je? Dus ik voel elke keer van... kan ik hier nog doen waarvoor ik hier ben? Ben ik nog vaak genoeg helemaal blij en in flow? En dat probeer ik echt. Als ik voor een klas sta, dan is het... ook als ik bedrijfseconomie geef, nog steeds... dat ik het zo fijn vind met die studenten. En net zag je mij ook wel even, dan stellen ze me een vraag. Ik ga helemaal voor ze. Maar dat is ook mijn disease to please. Maar dat aan de ene kant vindt mijn ego dat dus lastig... en zegt, daar moet je eens mee ophouden. Maar aan de andere kant is dat misschien wel de perfecte skill... die je nodig hebt als goede docent. Want jij bent daar wel in dienst om die studenten... dat te leren wat ze willen leren. Mm.
Dus dan moet je ook elke keer weer proberen het zo goed mogelijk voor ze te doen. Ja. Dat doe ik echt. En aan de ene kant is dat irritant als je jezelf helemaal verliest. Maar aan de andere kant, net zoals je zegt, dat verlegen. Waarom heb ik dat er nog een beetje gereserveerd? Ja. Maar ja, ik denk juist ook weer dat het allemaal klopt. En dat is ook weer vertrouwen. Ja. Maar hoe weet je dat nou? Ja, echt dingen doen die in je flow zijn en in je joy volgen. En volgens mij is het dan ook weer het vertrouwen hebben dat je daar dus precies zoveel geld mee verdient. Misschien verdien je met de podcast wel niks, maar bij jouw bedrijf verdien je wel. Ja. Hè? En daar doe je ook dingen die je leuk vindt natuurlijk. Dan komt het geld wel op een andere manier naar jou toe. Ik ken ook iemand die ook interviews doet. Angela heet ze, Bakker. En daar verdient zij ook niks mee. Maar zij heeft dan weer, op mysterieuze wijze is zij weer goed om geld te maken op een hele andere manier. Want haar moeder had een zomerhuisje. Dat zomerhuisje heeft zij gekocht. Ook dacht ze, je moet niet voor geld werken, maar je moet geld voor je laten werken. En dat verhuurt ze best vaak. En als het niet verhuurt, gaat ze lekker zelf in zitten, is in het bos. Ja. En daar kan zij van leven. Ze heeft ook niet heel veel nodig. Ja, snap je? Dus, ja. Maar ze doet wel hele mooie dingen voor de wereld, want ze inspireert ons. Ja. Dat is maar een beetje om aan te geven dat het dan wel op een andere manier naar je toe stroomt, het geld. Ja. En daar hoef je ook niet ernstig naar op zoek. Dan wordt het toch wel weer voor je gezorgd of zo. Ja. Ja, soms ben ik bang dat ik daar dan een beetje laconiek in word. Ook omdat het tot nu toe altijd op zijn pootjes terecht gekomen. Ja, altijd. En je wordt niet roekeloos. Nee. Soms dan doe je een uitgave. Ik heb laatst een nieuwe auto gekocht. Weet je, dat is dan toch wel even, even wat geld wat eigenlijk voor de belasting was. Ja, die kunnen nog wel even missen. Dat is toch pas ergens in het voorjaar. Ja. Maar dan zou je ook, een vriendin van mij, die doet dat dan bijvoorbeeld weer totaal niet. Die spaart echt tot de laatste euro, tot ze het echt zeker heeft. En ik durf daar iets meer mee te spelen. Risico. Is er, ja. Ik denk, het komt altijd wel weer goed. Dat is ook zo. Ja. Erg, hè? Ja, en als het niet goed komt, want wat is goed en wat is slecht? Wij labelen dingen, hè? Het kan best wel zo zijn dat het misschien heel benauwd wordt in het voorjaar, omdat je toch die belastingdienst moet gaan betalen, hè? Ik noem maar wat, en je hebt het geld niet. Maar dan nog in het moment ben je weer zo creatief, dat is het, ja. Dat je daar ook wel weer mee om kunt gaan en misschien ook wel daar een les in krijgt en denkt van hè? Maar dan niet bang worden, maar het ook wel weer in liefde kunnen zien en denken van, nou, er is toch eigenlijk altijd overvloed en het komt hier ook wel goed in dit land. Ik had het met, ik vind het trouwens heel erg grappig dat ik nu over de gasten heen die ik geïnterviewd heb, een aantal dingen zo terugkomen. Jij zei letterlijk ook wat Patrick Kikker bijvoorbeeld zei, van eens kijken wat er vandaag gezegd wil worden. Oh, mooi, ja. Dat vond ik ook heel mooi. Dus ja, dat weet ik eigenlijk ook nooit van tevoren, wat er nu hier is ontstaan. En dan denk ik, oh, Patrick Kikker zei precies hetzelfde. Dus dat vind ik gaaf. Ja. En ook, ik had een meid geïnterviewd en die ging het ook over jezelf vragen stellen. Ja. Weet je, in stilte opzoeken. En zij deed dat dan schrijvend. Dus dan ging ze op papier een vraag schrijven. En dan mag gewoon vrij associëren, schrijven. En dan kwam altijd weer een antwoord. Denk, oh, wat gaaf. En ik hoorde jou het ook weer zeggen. En denk, oh ja, mooi om daar even weer aan herinnerd ook te worden. Ja. Van, goh, weet je, al die kennis is in ons gewoon aanwezig. Is er al lang, ja. En ik herken het heel erg, want als je, ik ben dus degene die geïnterviewd wordt, dus ik kan mij niet voorbereiden. Snap je? Dat is heel lekker voor het ego. Ja. Want ik heb nog wel even een greep naar de macht gedaan. Ik dacht, ik heb zo'n opschriftboekje met allemaal dingen die ik heel mooi vind. Ja, hè? Maar nu zit ik hier en dan heb ik daar lekker niks van gebruikt. En of misschien ook wel, maar je kan alleen maar gebruiken wat je zelf al hebt ervaren. Hè? Je kan niet iets gebruiken, iets wat al bij jou resoneert. Dat kan je gebruiken. Voor de rest helemaal niks. Maar jij bent degene die interviewt. Dus jouw ego denkt, ik kan het gesprek en moet het gesprek sturen. Ik wil goed voorbereid zijn. En daar is niks mis mee. Dat is helemaal oké. Het is ook goed om je een beetje in te lezen, om wat vragen op te schrijven van je denkt, ah, dit speelt nu. Helemaal dan kan ik altijd dan ja, precies. Ja. En jij zei nu ook al een paar keer, oh, dat wilde ik ook nog vragen. Perfect, is helemaal niks aan de hand. Want dat past dan bij waar we nu in zitten. Maar er zullen straks aan het eind, als je terug zit in de auto, denken, oh, dat had ik nog willen vragen en dit had ik nog moeten doen. En daar had ik ook, oh, wat jammer. Maar als je dan maar kunt snappen en kunt lachen om het ego en een dikke knipoog kunt geven en denken, jongen, wat denk jij nou? Dat jij precies weet wat er aan de orde moet komen? Dat ontstaat, dat gaat in de flow. Ja. En het is helemaal goed zoals het was. En als je achteraf luistert, dan heeft hij toch commentaar.
dikke prima, kus hem op de kop. En zie dat die eigenlijk niets weet. He, als je God wil laten lachen, zeggen ze soms ook, dan moet je hem, en God bedoel ik dus niet meer man met een baard en liefde, maar het grote geheel wil laten lachen, dan moet je vertellen wat jouw plannen zijn vandaag. Want we hebben geen idee. We hebben geen idee. Ja. He, en als je dat ook een beetje kunt snappen, maar ik doe exact hetzelfde nog steeds als jij, want ik ga straks ook ergens spreken. He, en daar hebben we toch een sheets. Ik heb er gewoon echt 50 sheets voor klaarstaan voor 3 kwartier. En ik heb dat knettergoed voorbereid. De kunst is dan om daar te gaan staan en de sheet aan te klikken waarvan je denkt, dit voelt nou zo. En dan kom je in de flow en het ook weer helemaal los te durven laten. En bij die sheets zijn plaatjes. En bij mij komen plaatjes heel erg binnen. Dus dat ik ook durf te zeggen, oh jongens, ik moet even een achterover slaan, want ik ben nu hier aan toe. En dan lijkt dat heel slecht voorbereid. Maar nee, dan laat je meeslepen in de flow van die op dat moment zich aandient. En ik heb misschien ook wel 8 oefeningen bedacht, maar ik pak dan die oefeningen waarvan ik denk, zo, in dit moment voelt deze goed. Maar wat ik dan ook heel lastig vind, is altijd die tijdslimiet. Want ik heb maar 3 kwartier en ik wil zo graag wel tegen uur met die mensen verder. Maar ook daarin, jongens, dat is hetzelfde als je een lopend buffet ziet. En je ziet allemaal lekkere dingen. Je zou alles wel willen opeten, word je doodmisselijk van. Dus het is hartstikke goed dat er maar een selectie wordt gemaakt door het universum. Ja, hoe lekker is dat? Ze sample een beetje bij jou en een beetje bij jou. En dan horen ze weer 5 jaar niks over. Niks, en dan helemaal goed. En het sterke nog, iedereen die in de zaal zit, hoort helemaal iets anders. Oh ja, ja. Want je hoort hetzelfde verhaal, maar je bent allemaal in een andere fase. Dus je pakt dat op. Ik zeg altijd, when the student is ready, the teacher appears. Dus je kan alleen nog maar dat oppakken waar je daar op dat moment aan toe bent. Ja. En dat is ook helemaal goed. En als zou je het opnemen en je luistert er nog een keer en nog een keer en nog een keer. Je hoort elke keer wat anders. Besef je het ook wel weer zo'n, waar we het net over hadden, dat wat je uitdraagt en waarom ik het zo leuk vind om het hierover te hebben, terwijl ik dan ook die Yvonne heb en dat haalmoment, denk ik, we teach best what we most need to learn. Zo van, ik ben hier zo graag mee bezig, ook omdat het mijn les is. En ik vind het zo leuk om het daarover te hebben en te praten en mensen op te adviseren. Ja. Ja, juist omdat het mij zo, voor mij zo relevant was, als ik kijk naar mijn geschiedenis, zeg maar, naar mijn verhaal. Dus heeft iedereen natuurlijk een verhaal. Van, dit is wat ik moest leren. En dat wil je cadeau geven. Moet blijven leren ook. Ja. Het is niet klaar. Zo van, nee. Okay, nu weet ik het. Nee. Jongens, luister naar mij. Ja. Ze zeggen ook heel vaak, okay, je beroep is je pijn. Oh, dus, dat is het echt bij mij ook. Ja. Want mensen zeggen, dan ben je dan heel gelukkig. Kun je dat dan heel makkelijk? Nee, ik heb ook heel graag mensen in mijn omgeving die dat van nature ongelooflijk makkelijk kunnen op die flow meegaan. Ja, juist omdat je het niet kan en al die technieken en die tools en die nieuwsgierigheid naar, weet je wel, dat maakt ook. Dat je, anders had je dat niet gedaan. Nee, en ik merk wel dat doordat ik steeds een diepe inzicht krijg, het leven wel lichter wordt. Maar dat betekent niet dat ik nooit meer angstig ben. En dat betekent niet dat ik nooit meer iets heb waar ik door van slag raak. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat is ook de menselijke ervaring hier. Het duurt misschien alleen minder lang. En ik ben ook niet meer zo bang, wat jij net ook beschreef, om gewoon eens echt intens verdrietig te zijn. Ik denk dat ik daar heel bang voor was altijd. En ik zie dus bij mensen in mijn omgeving, waarvan ik vind dat die het goed kunnen van nature, dat zij net zo nog als kleine kinderen heel erg flexibel zijn in het leven omarmen. Dus als er verdriet is, is er verdriet. Ik was in de kerstvakantie ook met een vriendin van mij op pad, en die heeft ook echt echt iets wat haar nu heel erg bezighoudt. En dat snap ik ongelooflijk goed. En terwijl we er zaten, moesten we ongelooflijk om huilen in een cafeetje. Maar daarna hadden we ook weer een intens geluksmoment met elkaar. En toen zei ik tegen haar, dit is wat jij zo goed kunt. Vroeger snapte ik niet wat jij kan, wat ik niet kan. Want ik blijf er dan meer in hangen. En er blijft dan helemaal een sfeer van, oh, een deken over me heen. En ik kan dit nu ook beter en beter, doordat ik het menselijk systeem doorzie. En toen zei ze tegen mij, dat vond ik ook zo schattig, maar ik denk altijd, zij werkt heel veel met kleuters, dat ik niet helemaal goed ben, zegt ze, dat ik dat heb. Dat ik het ene moment de droefheid voel en de andere moment weer herinner dat ik liefde en geluk ben. Dat ik de vreugde in me heb. Ze zegt, dan denk ik lijk wel niet goed wijs. Dat bij mij zich zo snel op elkaar afwisselt. En toen zei ik tegen haar, nee, je hebt altijd het geheim puur gehouden. En misschien wel doordat je met die kleuters werkt. Want die kunnen het nog zo goed. Dus heb jij daar elke dag de inspiratie aan? Zegt ze, dat is het. En dus doordat je
dat elke dag voor als voorbeeld hebt. En ook haar ouders zijn er goed in. Om te genieten. Om helemaal niets te doen. Om de ziekte. Haar moeder is ook ziek. Maar om daar op een manier mee om te gaan die een soort van flexibel is. Mm. Dus, en dat is een groot genot. Maar zij zou dus nooit een teacher kunnen zijn in dat gelukskunde. Waarom niet? Omdat ze misschien wel onbewust bekwaam is. Ja, dat. Ja. En dat is niet fout, het is niet goed. Zij werkt heerlijk met die kleuters. Hè? En toen werd er in het onderwijs steeds meer en meer druk op die kleuters gelegd. Ze moesten zus en zoveel letters kennen. Er moest een handelingsplan komen. Ze werkte op een basisschool waar veel ouders zaten die hoog opgeleid waren. Die zeiden, komt dat wel goed? Mijn kind van 4 heeft een CITO-score van een 3. En wij hadden altijd vroeger 1. En ik weet niet eens wat hoog is hoor. Maar helemaal in paniek. En toen dacht ze, oh, ik wil eigenlijk alleen maar spelen met die kinderen. Ik wil ze zo graag heel houden. Mm. Hè? En ik wil zo graag ze dicht bij die kern laten. En ze werd daar zo gestrest van. Toen vond ze haar beroep niet meer leuk. Toen het ophoopte en ophoopte. Zag je haar ook echt zoekend zijn. En toen kwam er hier een school in Twente waar kinderen van ouders die gevlucht zijn opkomen. Dus de kinderen kunnen nog helemaal geen Nederlands. Die leer je ook een beetje Nederlands met zingen. Maar daar zijn niet allerlei handelingsplannen, niet accreditaties, niet inspecteurs of ze genoeg letters kennen. Ze zeggen, ik heb mijn hele vreugde weer terug. Maar zo zou toch het hele onderwijssysteem moeten kunnen zijn. He, dat we in liefde leren en dat we niet in angst leren. En dat we doorhebben dat gras niet harder groeit door er aan te trekken. En dat iedereen op dat moment op zijn ontwikkelingsniveau is waar die hoort. He, en als jij bijvoorbeeld het ene kind loopt met 12 maand, het andere kind loopt met 18 maand, dan ga je ook niet zeggen, dit wordt nooit een goede loper. Die met 18 maand, dit wordt helemaal niks. Die is motorisch helemaal zwak begaafd. Nee, dan hebben we ook zoiets van, oh ja, dat is allemaal prima. Soms het consternatiebureau, zo noem ik dat altijd, die dan nog wel even zegt, het is wel heel raar dat hij of zij nog niet kan lopen. Ja, hè? En, naarmate we ze in de school stoppen, dan moeten ze in de hokjes kunnen springen of allemaal door hetzelfde hoepeltje. Ah, dat is, doet zoveel met het ego van de ouders, maar ook met het ego van het kind. Wow. En dat is allemaal frequentieangst. Mm. En wat nou als er niet hoog en laag opgeleiden bestaan, maar dat iedereen hier precies komt doen waarvoor die is. He, want waarom zou iemand die een beroep met de handen doet laag opgeleid zijn? He, die hebben we knetterhard nodig. En als dat is wat hij of zij mooi vindt. Maar in onze maatschappij verdien je daar misschien wel minder mee. En als je minder geld hebt, dan denken wij dat je minder gelukkig bent. Maar het is helemaal niet gezegd dat iemand minder verdient. En het is sowieso niet zo dat geld gelukkig maakt. Dus wat zijn er toch veel concepten hier die wij allemaal zijn gaan geloven. He, inclusief ik, want ik kan dit wel zo mooi zeggen, maar op het moment dat mijn zoon het niet zo goed doet op school, ben ik ook in paniek. Want ik heb ook de keeperstraining. Ja, of tijdens de keeperstraining, want dan wordt hij toch niet de nieuwe nooie. Ja. Hoe gaat dat met mijn pensioen? He, dus belachelijk. Ik vond, mag ik zeggen wat er net gebeurde? Want ik, je werd net echt heel erg geraakt. Ja. Door het, hij komt mij ook echt gigantisch binnen. wat is dat, denk jij? Ja, degene die niet kijken, of nou, het is voor zo, volgens mij niet, was het niet echt heel zichtbaar. Maar je vertelde over je vriendin die zo mooi kan switchen tussen die emotionele staat, dat pure, denk ik. Ja. Dat onbevangene wat daar dan in zit. Ja. Je ging bijna huilen. Ja, dat heb dus ik dat, nu wel weer. Ja, dat is, en ik voel hem ook. Ja, het is de herinnering aan thuis. Dat alles er al lang is. Mm. Hè? En dat hier het spel wordt gespeeld van soms de angst en de liefde. Maar, en dat goed is. Hè? Dus dat je, want alleen maar gelukkig zijn, het bestaat niet. Het is niet dat geluk komt en gaat, maar ons bewustzijn van geluk komt en gaat. Ik heb echt net, ik ben er bijna uit, het eerste boek van Osho gelezen. Ja? Een tantraboek. Wat volgens Jan Geurts ook zijn beste, of een van zijn betere boeken was, waarin hij een heel lang gedicht over Tilopa eigenlijk helemaal annoteert. Eigenlijk. Het is een grote toelichting bij dat gedicht. Wat ik anders ook niet zou begrijpen, denk ik. Waarin hij ook zegt dat dat hele goed-fout, dat ook in iets goed vinden, dat daar ook een afwijzing in zit. Want het kan alleen maar goed zijn als je ergens ook weet wat fout is. Dus heel wat bezig zijn met goed of fout, of gelukkig of ongelukkig, of weet je, dat licht, donker. Dat in het een zit het ander. Perfect en gezegd. En dat je dat eigenlijk transcendeert, zeg maar. Ja, maar daarboven, ja, dat is een staat van zijn. Ja, en dat, of wat dan ook. Hoe hij dat dan ook maar noemde, er zijn natuurlijk heel veel woorden voor. Ja.
Maar dat is ook met dat geluksgevoel en met zijn. En continu bezig zijn met dat streven naar geluk. Dat daar ook een ongeschreven stukje ongeluk in zit. Want als je, ja. Heel mooi gezegd. Die dualiteit is er namelijk altijd hier. Ja, ja, ja. Dualiteit. Ja, dat is het. Ja, mooi. Ja, ik heb ook zo'n gedichtje ooit gelezen in een boek. En degene van wie het gedichtje is, is onbekend. Maar er staat op, we noemen iets goed en we noemen iets slecht. Maar we weten niets. Soms kan iets wat het einde van de wereld betekent net zo goed een begin zijn van een fantastisch avontuur. Ja. Zo is het leven. Zullen we hem daarop afronden? Ja. Ik vind het een hele mooie eindconclusie. En je had ook aangegeven dat je wel 1,5 uur had. En dan zit het wel overheen. Prima. Ja. Oké, okay, gelukkig. Wauw. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Ontstaan. Ontvouwen, ja. Ja, wij hebben allebei een mooi cadeau gehad door elkaar te ontmoeten, denk ik. Ja. Zo heb ik het wel ervaren. Ik vond het heel mooi. Absoluut. Ja, het is ook een mooie vraag om jezelf af te vragen of je op de goede weg zit. Van als ik er niet voor betaald zou krijgen, krijg je hier ook niet voor. Maar zou ik het dan nog doen? En hier is een dikke ja. Ja. Want wij doen dit niet omdat we denken dat ons bedrijf dan beter loopt. Of dat het goed is voor de promotie. Nee, tuurlijk. Ik zet het wel instrumenteel in. Ja, het zou mag dom zijn om dat niet te doen. Maar dat is niet het doel hiervan. Nee. En ik hoop dat de mensen dat voelen. En dan zit je goed. Mooi. Dankjewel. Jij ook bedankt.